zijn zin. We gaan sharp beginnen, hè? Binnen gewoon helemaal sharp, hè? Binnen gewoon echt 10 over exact beginnen. Hij begint, hè? Ja, ja. Hij begint. Inside my head said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? These days are gone forever, I should just let them go. I can see you, your eyes can shine in the sun. You got your top rolled down. After the boys of summer.
dankjewel. He said, we walk together, baby, come what may. And let come the twilight, should we lose our way. If as we were walking, your hand should slip free, and I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Peace while we travel, darling, side by side. We help each other to stay in stride. But each lover steps fall. Fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. But you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other fall behind, wait for me. There's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? And I'll wait. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind. Nou, het volgende nummer heet I Think We're Alone Now. En dat klopt niet helemaal, want jullie zijn al met superveel. Maar we spelen hem toch. Doesn't seem to be anyone around.
think we're alone now. Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? Summer disregard, broken bottle top, and a warm man's fool. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know, I'm starting. Kind of love, it's time that I realize that there are some with no home, not a nickel to loan. Could it be really me pretending that they're not alone? Willow deeply scarred, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got. We komen zo nog even terug, maar we wachten nu op de klok, heb ik gehoord.
pap. Goedemiddag allemaal, wat fijn dat jullie weer met zo'n veel mensen hier in onze kerk zitten. Wij zijn er blij mee dat de kerk weer zo goed gevuld is, dank je wel daarvoor. En een speciaal woord van welkom voor de mensen die thuis live meekijken via YouTube of Facebook. Welkom. Ja, welkom op weer een nieuwe editie van Beers Gebuurt. We zijn een jaar verder sinds onze vorige aflevering. Onze intentie was om in december ook een editie te houden, maar dat is helaas niet gelukt. Niet getreurd, wij zijn er vandaag wel met weer een heel mooi programma. En we hebben in december ook weer een nieuwe editie. Daar komen we straks op terug. Wij hebben nu weer een programma met mensen uit de Beerzen die iets met de Beerzen te maken hebben. We hebben vijf items voor de pauze en vier daarna. En de muziek wordt vandaag verzorgd door deze fantastische band, de Lieve Mannen. En nog even een reminder, uw telefoon is vanmiddag ook een middagje uit. Dankjewel daarvoor. Gelukkig hoef ik het vandaag niet alleen te doen, maar weer samen met Piet Blankers. En ik met Marja van der Bos. En dit is Beers Gebuurt en dan nodigen we onze eerste gast uit. Meneer Versteeg. Ja. Ja, al jaren loopt het kerkbezoek terug. En ook hier in de buurt is dat goed te zien. Veel kerken die krijgen een nieuwe bestemming, zoals hier. Maar hoe zit dat dan met de kerk in Middelbeers? We gaan erover in gesprek met aalmoezenier Versteeg. Hij was jarenlang priester in het leger en verzorgt nu onder andere de kerkdiensten in Middelbeers. Meneer Versteeg. Welkom. Welkom. Ja, zo kan het zondags ook. Welkom, welkom. Hey, maar serieus, hoe gaat het nu met de kerk in Middelbeers? Hoeveel diensten zijn er zo nog? We hebben elke zaterdagavond een dienst en elke zondagochtend een dienst.
Oké. En worden die missen goed bezocht? Het ligt voor het grootste gedeelte aan de intenties. Als mensen intentie hebben voor een dierbaar familielid wat overleden is, dan kan het zijn dat je in één keer een 75 mensen in de kerk hebt. En andere keren dan zit je er met 30. Het kan ook zijn dat je af en toe eens een keer de 100 net aanraakt. Maar er is één ding wat je ook mee moet nemen. Dat is dat we sinds het begin van de coronatijd bij ons ook kerk-tv geïnstalleerd hebben. Dus er is een camera. En we hebben een keertje mee laten tellen. Want het wordt dan via internet verzonden en zaterdagavond via de lokale televisie. En toen zaten er zo'n 140 mensen mee te kijken. Okay. En op het moment als er bijvoorbeeld een begrafenis is, dan wordt die ook via die zender uitgezonden. Ja, dan hoor je ook berichten uit Australië, mensen van de week, mensen uit Nicaragua enzovoort. Waar familie zit, waar we blij zijn dat die ook op die wijze mee kunnen doen. Zeker. En als de kerk gewoon minder vol zit, wat doet het dan met u als priester? Een heleboel mensen vragen dat ook aan mij en hebben het idee dat ik een beetje het idee heb van, ja, wat doe je het eigenlijk nog voor? Maar de kerk is meer dan alleen het gebouw. En je staat voor de mensen in allerlei mogelijke omstandigheden in hun hele leven. Ga je terug naar het begin, hoe vaak was Christus in de kerk? Af en toe een keertje in de synagoge, maar hij hield zich met mensen altijd bezig. Je bent er altijd bezig. Mensen kunnen er ook altijd een beroep op me doen en dan ben je daar ook voor. Maar in de kerk was het vroeger zo, toen onze kerken, ook deze kerk, zo vol zat als het nu zit. Nu zit iedereen hier vrijwillig. Hoe was het vroeger? Als je niet ging, ben je er of de leiding van de school, of door je ouders, of door de buren op aangekeken, dat je niet naar de kerk bent gegaan. Tegenwoordig is het vaak omgekeerd. Ga jij nog naar de kerk? Ja, oké. Maar toen zaten de mensen er vaak, als het ware, tegen hun zin. Als mensen nu naar de kerk komen, dan komen ze uit een soort innerlijke behoefte. Ze zitten er omdat ze God ergens voor willen danken. Zeldzaamheid, want daar denken ze vaak niet aan. Maar wel omdat ze iets willen vragen, of omdat er iets voor een gezamenlijk familielid herdacht wordt of zo. Dus de mensen die nu zitten, zitten er gemotiveerd. En dat merk je bijvoorbeeld ook met onze communicanten, onze vormelingen. De wijze waarop zij meedoen in de hele voorbereiding, erin duiken, de vragen beantwoorden. Het is echt iets van, ja, ze zijn nu meer gemotiveerd, veel meer gemotiveerd dan vroeger. En dat is heel fijn om mee te werken. Wat je natuurlijk wel hebt, het is van, als je met meerdere bij elkaar bent, dan krijg je een bepaald gevoel van met elkaar. Bijvoorbeeld ook als er gezongen wordt en zo. Ik heb wel mensen gehad die met kerst waren, want dan hebben we dan wel vaak een volle kerk. En die na afloop zeiden van, goh, wat was dat mooi. Eigenlijk moet ik dit veel vaker doen. Ik zei, ja, de kerk is open, je bent van harte welkom. Kom eens je naar de hand een keer tegen. Zei ze, ja, ik heb toen wel gezegd, maar we zijn zo druk met andere dingen. Het komt er vaak niet van. Ik denk dat het ook vaak zo is, hè? Dat mensen het gewoon ook druk hebben, of in ieder geval denken het druk te hebben. Maar mijn moeder zei vroeger altijd, nood mag bidden. Betekent dat dan ook dat er nou geen nood meer is? Ik denk dat er een hele grote nood is, alleen dat hebben we onder andere gezien in de corona. Dat heb ik een van de ergste tijden gevonden. Vroeger was het zo, zelfs in de pest kon men de kerk vinden. Maar nu was het zo, de kerk kan een doorgeefluik zijn voor corona. En daarom mochten we een heleboel dingen niet. Uh-huh. Een heleboel mensen worden door media en dergelijke langzaam maar zeker geïnstrueerd van, ja, het geloof is een beetje achterhaalde zaak. De wetenschap die laat zien dat er een heleboel dingen waar men vroeger in geloofde helemaal niet zo hard nodig is. Nou, als dat het geval is, zou ik zeggen, ga nu eens naar de tentoonstelling van het Katharijnenconvent, een samenwerking met het Tijdensmuseum. Die is nu momenteel bezig, waaruit blijkt dat de wetenschap juist op gang gebracht is door de kerk en dat een heleboel kerkelijke instanties nu nog steeds een enorme rol spelen in de hele ontwikkeling. Wat een heleboel mensen bijvoorbeeld denken dat de evolutietheorie van Darwin in strijd is met het boek Genesis. Maar als je nagaat dat het scheppingsverhaal ontstaan is voor mensen van 4000 jaar geleden. En als je nu van dag tot dag kijkt van hoe dat opgebouwd is, dan zegt Darwin ongeveer hetzelfde. Alleen dan met een aantal miljoenen jaren. Maar voor mensen van die tijd was het veel begrijpelijker.
Alleen je moet dat meer symbolisch opvatten en niet allemaal letterlijk. En, maar denkt u dan ook dat mensen tegenwoordig minder gelovig zijn dan vroeger? Nee. Ik denk niet dat mensen minder gelovig zijn. Alleen, en dat heb ik bij Defensie heel duidelijk gemerkt met de jongelui, ook bij de uitzending in Bosnië, waar je heel veel goede gesprekken met ze had. En is het ook aan van, waarom doe je dit allemaal? Waarom ben je zo met ons bezig? Wat is jouw drijfveer? Nou, en als je het dan over de kerkelijke achtergrond hebt, dan is het vaak van, ja, maar de kerk, die heeft ons jaren gezegd wat we moeten of niet mogen. Maar wij willen eigenlijk veel meer gewoon een vraagbaak op een hulp op, door ons leven. Dus we moeten de kerk ook niet zien als alleen het gebouw. En we moeten het niet zien als het instituut van paus, kardinalen, bisschoppen enzovoorts allemaal. Ik denk dat daar heel weinig mensen nog een boodschap aan hebben. Maar veel meer van de kerk, dat zijn wij allemaal samen. En als u dat zegt, wat is dan de rol van de paus daarin, volgens u? Ik denk dat de rol van de paus is om te zorgen dat de hele wereld wel langzaam maar zeker een duidelijke lijn volgt. En dat er gekeken wordt van, zijn er geen misstanden, gaan er geen dingen helemaal verkeerd. Wordt het godsbeeld van wat wij hebben, een liefhebbende God. En sorry dat ik het zeg, maar de God van de moslims die niet met de mensen spreekt, alleen via Mohammed en een soort oud-testamentische oorlogsgod genoemd moet worden. Dan zeg ik, ja, dat godsbeeld is totaal anders. Wij hebben het godsbeeld van een liefhebbende God. En dat is iets wat de katholieke kerk eigenlijk moet blijven uitdragen. En dat kun je alleen maar gezamenlijk. Maar is het dan ook zo dat de kerk wel met de tijd mee moet gaan? Waar we het eerder wel eens lezen in de krant, dat sommige mensen of bevolkingsgroepen uitgesloten werden door de katholieke kerk. Ik noem daar bijvoorbeeld homofiele mensen die geen hostie kregen, zoals de Prins Carnaval in Reuzel destijds. Gaan we met de tijd mee? Is dat niet nodig? Nou, dat kan ik u heel blij maken. Afgelopen december heeft tegen de zin van een aantal conservatieve kardinalen onze paus een persoonlijke brief geschreven, waarbij hij gezegd heeft dat de kerk juist moet kijken naar mensen die buiten het normale patroon vallen. En dan noemt hij de LHBTI'ers en de mensen die gedwongen gescheiden zijn. En dergelijke. Dat zijn juist de mensen die behoefte kunnen hebben. En wij moeten niet zeggen van, we moeten dat als een huwelijk inzegenen, maar ze mogen rustig naar de kerk komen en over hun relatie God zegen vragen. Het is een officiële brief. Alleen, ja, moeilijk om te zeggen misschien, maar de Duitse bisschoppen, de Belgische bisschoppen hebben aangegeven dat dit eindelijk zover is. En van onze Nederlandse bisschoppen hoor je mij heel weinig. Maar gelukkig horen we het hier. Juist. Dus nou, moet eens kijken hoeveel mensen het nu al gehoord hebben. Hoe gaat het verder met de kerk in Beers? Want u zegt net, op goede dagen dan kunnen er 75 mensen zitten, maar soms ook minder. Is dit nog een lang leven beschoren? Ik heb nog geen enkele aanwijzing dat er bij ons in de kerk er een eind zou komen aan het gebruik van dit kerkgebouw. De vorige bisschop met zijn hulpbisschop, die hadden een klein beetje, zoals helaas ook met dit gebouw, zij bepalen of het gesloten wordt, ja of nee. Dan konden we zeggen wat we wilden, het mocht niet. Deze bisschop zegt van, een kerk sluit ik alleen maar als de mensen er zelf om vragen, en dat is meestal, ja, als het niet meer betaald kan worden of zoiets dergelijks. En dat is nu niet aan de orde. Hoe het staat met het kerkelijk leven, ja, ik hoop dit nog een paar jaar vol te houden, maar gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers. We hebben een heleboel mensen die geïnteresseerd zijn ook om dit op een of andere manier doorgang te laten vinden. We merken het ook bij steeds meer uitvaarten. Ook dat wordt door leken gedaan. Ik heb er geen enkel probleem mee. Het is ook geen sacrament. Dus dat mag ook gewoon officieel. Ik sta ervoor open. We hebben een lekengroep die ervoor open staat. Het kan een diaken zijn, zoals Wilfred van Nuenen uit Oorschot, die je kan komen. En ik las in het Huis en Huis dat Paulien Vermeulen per 1 april aangesteld werd als pastor. Per 1 april hebben we een nieuwe pastor in ons team erbij. Gelukkig een dame, dat is, komt ons dan ook versterken. Krijgen we ook iets meer van het vrouwelijke element erbij. En die gaat zich met name bezighouden met jeugd, jongeren en familiepastoraat. Maar die niet doet zozeer, geen diensten? Niet zozeer diensten in de kerk, maar wel gewoon begeleiding van groepen en kijken hoe kunnen we die er meer bij betrekken. Als het gaat over jeugd en jongeren, we hadden daar in ons voorgesprek over natuurlijk, weet je dat
Maria en ik werken in het onderwijs en wij zien een individualistischere maatschappij, gehaast. En geen ruimte meer voor stilte. Zijn we nog wel in staat om ook stil te zijn, letterlijk, of om stil te staan bij... Vroeger hadden de kloosters vooral in stilte vindt men God. Tegenwoordig weten mensen nauwelijks met stilte om te gaan. Als ik een keertje in een dienst wat ruimte neemt, ik doe het bijvoorbeeld bij elke begrafenis, als de overweging geweest is van we kijken terug op het leven van iemand, nou nemen we even enkele ogenblikken van stilte, zodat u zelf kan nadenken wie de overledene in uw leven geweest is. Dan zie je dat een aantal mensen al begint te schuiven enzovoort, want soms krijg ik naar de hand van mensen te horen, wist je niet meer hoe het verder moest? Was je je tekst kwijt? Ja, men is niet meer gewend met stilte om te gaan. Op het moment als je jongelui ziet fietsen, dan zitten ze allemaal met het ding op hun hoofd. Ze horen de andere auto's niet. En dan zeggen ze, ja maar luister, in die stilte moet je God horen. Nee, in de stilte sta je ervoor open. Als ik met jongelui op oefening was, die lagen in de loopgraaf, dan kreeg ik de beste gesprekken. En naar de hand was het van, Al, je gaat hier nadenken. En dan kom je soms tot hele andere dingen als wanneer je constant met dat geluid zit. En dat is heel belangrijk. En is van, ja maar, hoe praat God dan? Ja, God praat niet via de telefoon. God praat ook niet in de stilte dat je direct een gesprek hoort. Maar sta er wel voor open dat hij via anderen en via gebeurtenissen met je spreekt. In de grootste problemen kom je vaak uit zonder erover na te denken. Maar je hebt wel inmiddels een schietgebedje van, Heer, help me alsjeblieft, hoe moet dit nou? Kijk naar de hand terug en dan blijkt je dat je in het grootste dal toch een mogelijkheid gevonden hebt eruit te komen. Je gebed is verhoord. Alleen misschien door iets wat je leest in de krant, door een opmerking die er gemaakt wordt, door iets anders. En ik denk ook wat u zegt van vaak een schietgebedje doen of toch maar een kaarsje aansteken als je op vakantie bent. Eerst maar een kaarsje. Dat veel mensen toch ergens hun geloof gebruiken, zij het niet altijd in het kerkelijke gebouw. U zei net, lukt het mensen nog om stil te zijn? Het valt niet mee. Als ik hier kijk, het valt zeker mee. Want dat betekent dat u heel interessant verteld hebt. Ja. Dus heel hartelijk bedankt, Paul Versteeg. Dank je wel. Dank je wel. En jullie zijn allemaal welkom in Middelbeers in de kerk. Hè? Dank je wel. Aan talent in Beers geen gebrek. En een van die talenten is Siebe Leemans. Als jonge springruiter maakt hij grote sprongen om zijn Olympische droom waar te maken. Vanwege een internationale wedstrijd kon hij helaas vandaag niet lijfelijk aanwezig zijn. Maar Beers gebuurt zou Beers gebuurt niet zijn. We zijn niet voor één gat te vangen. Piet is op bezoek geweest samen met de filmploeg van Jannes en Paul. En hebben de vragen op beeld gezet. Kijkt u mee naar Siebe Leemans. Siebe, jij bent 17 jaar, beersenaar en internationaal springruiter. Ja, dat klopt. Ons pap die heeft eigenlijk al heel lang eigenlijk een handelstal hier. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid tussen de paarden. En ongeveer sinds mijn 10e, 11e keer internationaal gereden en zo doorgegroeid. Moest hij van jou gaan rijden? Dat moest hij zo direct niet, maar je weet hoe dat werkt. Wij waren echt wel paard-minded. En die kinderen die hadden al redelijk rap een Shetlander kan achter in de tuin lopen. En hadden het geluk bij dat hij ook nog eens een heel, heel, heel braaf was. Dus daar hebben ze eigenlijk wel een beetje contact mee kunnen maken met dat ponyke. En lief en leer is er zo doorgegroeid. Tess op een rijponnetje gingen toen ze jaren 5, 6 waren, denk ik, ongeveer. Maar goed, we hebben er wel een beetje mee gestimuleerd. Omdat wij hier helemaal in die paarden zitten, is dat wel door onze stimulans, is dat wel zo gegroeid gelijk het nu is. Heeft hij talent ook van jou? Poh,
Ik ga heel eerlijk zeggen dat ik wel wat talent had, maar ik had meer strijderstalent als echt het talent en het gevoel en alles. Maar als ik zie wat hij nu doet, ja, dan is Chimène al wel een beetje voorbij daarin. Ja. En hoe voelt hij als vader? Oh, ik ben er op zich wel trots op. Nou, zullen er ongetwijfeld mensen zijn in ons publiek die denken, ja, maar het paard moet het werk doen. Hoe groot is de invloed van de ruiter volgens jou? Ja, je moet in de ring zelf heel veel intuïtie hebben. En gewoon, ja, die kleine, komt op een halve seconde aan soms dat je nog een reactie moet geven. En als je dan net of te hard terugtrekt of net te veel duwt, dat je zo veel te dicht onder de hindernis komt. Dan heeft het paard eigenlijk ook geen kans om goed eroverheen te springen. Dus het is wel, ja, we hebben ook heel veel invloed, zeg maar, in de ring. Je traint bij het nationaal team, zei je? Of je rijdt bij het nationaal team? Is er ook iets van een wereldranglijst waar we kunnen zeggen, weet je, daar staat Sybe Leemans zo hoog? Of hoe moeten we dat zien? Ja, je hebt voor de jongeren niet echt een ranglijst, maar er is meer... ik zit bij het Nederlandse team, dan zijn er eigenlijk maar 5 of 6 man in Nederland van de junioren. Dus ja, in de top 6 dan eigenlijk, waar ik in mijn jeugdcategorie. Als je zo'n internationale wedstrijd hebt, hoe internationaal moeten we denken? Gaan we naar Poppel of waar gaan we zoal naartoe? We hebben hier in Nederland heb je nog wel internationale goede wedstrijden. Maar ik ben ook een keer naar Denemarken geweest, in Frankrijk. Ik en papa zijn 2 keer nog naar Qatar geweest. Dus het is wel... Spanje heb je nou heel veel opkomend. Dus het is wel heel vooral Europa eigenlijk. Sybe, op zo'n internationale wedstrijd, het is een beetje een springparcours, we zien dat wel eens op tv. Is het zo simpel dat we zeggen, je moet in bepaalde tijd het parcours afleggen en de snelste met de minste balken eraf die wint? Je hebt verschillende wedstrijden. Je hebt zeg maar eentje, dat is gelijk op tijd. Dan moet je, heb je 1 parcours en dan moet je gewoon eigenlijk zo snel mogelijk inderdaad afleggen. Je hebt ook, meestal als het met een grote prijs, dan is het met een barrage. Dan moet je eerst 0 binnen, dan is er een toegestaande tijd. Moet je daar binnen blijven en dan inderdaad geen balk eraf hebben. En daarna is het barrage en dat is een iets korter parcours. En daar is dan wel de snelste die wint dan. En dan, ja, dat zijn eigenlijk de 2 voornaamste die je hebt. Wat is het moeilijkst? De grote prijs, want die zijn meestal het lastigst. Want dan moet je nog binnen de tijd blijven, want... En dat is het lastige eraan, is meestal als je zoiets geen toegestaande tijd hebt, dan kan je overal nog iets meer je tijd voor pakken. Maar dan moet je met die tijd in gedachten, moet je ergens een galoppas weglaten of zo, en dan wordt het voor een paar moeilijker. Dus dat is het lastige eraan. Wat motiveert jou, Sybe, om dit te doen? Eigenlijk meer gewoon de ambitie om echt hoger op te komen en echt professioneel bij de top te geraken. En waar haal je plezier uit dan? Ja, en toch een beetje de adrenaline van de wedstrijd zelf. En dan bijvoorbeeld het publiek, hoe groot het publiek, dat vind ik, dat is zo mooi. Wat zijn de doelen, of de dromen? Ja, Olympische Spelen toch wel dan. Ja. Koen moet lachen. Ja, dat is best ruig gezegd zo, hè? Ja. Ja. Maar? Ja, niks maar. Ik vind goed dat hij daar naartoe denkt en wil. Dat is alleen maar goed. En heb je er alleen omcirkeld in je agenda? In mijn agenda? Ik denk dat over 4 jaar nog net iets te vroeg gaat komen. Maar misschien degene dan... Als het een beetje goed valt, dan wie weet. Dus dan zitten we 2032. Ja. Sybe Leemans op de Olympische Spelen. Ik hoop het. Sybe, een naam om in de gaten te houden. En wij vroegen ons al af, want daar hadden we eerst al samen met Piet over. Zou daar springen altijd met een merrie zijn of zou dat ook met een hengst kunnen? Maar dan gaan die balken er toch sneller af. Dat dachten wij. Ik kreeg net bericht van Koen. Ze zijn dit weekend dus op internationale wedstrijd in België.
deelnemersveld, 88 deelnemers, waarvan 8 Olympische ruiters. En Siebe, die won de bronzen medaille. Dus ja. Ja. Ja, in de spots. In de spots. De Beersenaar die de laatste tijd misschien wel het meest in het nieuws is geweest, is Geert Willemen. Geert is amateur paleontoloog en gaat op zoek naar fossielen. Het Jeugdjournaal, de NOS, Vroege Vogels, Omroep Brabant, die wilden alles weten over zijn unieke vondst. Ja. En wij ook. Oké. Okay. Ja, Geert. De ene gaat bij de guld. Ja. De andere gaat wielrennen. En jij gaat fossielen verzoeken. Hoe dan? Hoe dan? Ja, dat was een heel lang verhaal. Kunnen het kort vertellen? Ik ben nu 75 en ik denk dat het van de geboorte af erin zit. Toen ik heel klein was, woonden wij in een straat in Tilburg waar ook villa's van fabrikanten stonden. Mm-hmm. En die hadden een mooi grindpad en daar keek ik al naar steentjes als ik daar langs kwam. Okay. En dan zocht ik er af en toe een zacht of eentje uit. Hij was wel hard, maar hij voelde heel zacht aan. En ja, die interesse is er eigenlijk altijd geweest. Maar hoe kwam het dan uiteindelijk zover om echt op zoek te gaan naar fossielen? Ja, dat gevoel en de interesse in stenen, dat is dus eigenlijk iedere keer groter en groter geworden. Na mijn studie voor leraar, de vroeger, nou heet het PABO denk ik, en vroeger was het kweekschool. Toen ben ik MOA-aardrijkskunde gaan studeren, alleen al vanwege het feit, dat interesseert mij. En dan ga je daar voor het eerst op excursie met die school en ja, dan kom je ook in groeves terecht waar je dus weer mogelijkheden hebt om allerhande dingen te vinden. Okay. En, voor de mensen en er wordt hier, alleen maar meer. Ja, voor de mensen hier, kun je kort uitleggen, wat is dan een fossiel? Ja, daar ga ik in één zin proberen uit te leggen. Hierachter zie je er een stel op het beeld. Mm-hmm. Een fossiel is eigenlijk niks anders dan een wezen wat vroeger geleefd heeft, plant of dier, of mens, maakt niet uit. En die zijn gelukkig niet vergaan. En die vind je dus nou in het gesteente, versteend of niet, vind je ze terug. Versteend, versteende afdruk, rest ervan. Ja. En kan je die overal vinden? Nee, die kun je bijna nergens vinden. Maar hoe weet je dan waar je ze wel kan vinden? Ja, nou dat heb ik dus niet uitgevonden, maar er is dus heel veel literatuur bekend. Mm-hmm. Je moet vooral op plekken zijn waar in de aarde gewerkt wordt. Die aarde bestaat uit tig lagen. En dan bedoelde echt erin werken, niet hier in Beers, de Frans Liebrechts iets ontbloed. Dat is te ondiep. Maar het moet echt serieus diep. Maar als je dus geboord wordt mm-hmm. voor waterputten, die misschien 60 meter diep gaan, mm-hmm. dan heb je wel kans dat je dus uit kleilagen die eronder zitten, schelpjes tevoorschijn krijgt. Oké. Okay. En die zijn echt fossiel, want die schelpjes, ja, die leven normaal hier niet. Dus die moeten er vroeger geleefd hebben. Oh, dat is wel heel om bijzonder. Om weer boven te krijgen, ja. Hey, nou, jij hebt een heel bijzonder fossiel ontdekt in Kerkrade. Daar hebben wij ook een foto van. Ja. En had jij nou meteen in de gaten dat dit iets bijzonders was? Ja. Ja. Eigenlijk op hetzelfde moment. Hier zie je de steen die opengeklapt is. Die heb ik dus zelf opengeslagen. Waar ik daar kwam, dat is van de steenkoolmijnen. En ja, dan vind je gewoon 99,99% plantenfossielen. En dan zie je dus een blaadje, een takje, een stuk wortel, weet ik wat voor dingetjes meer. En hier zag ik meteen, hey, dit is geen blaadje, dit is geen takje, dit is iets anders. Maar even voor mij, dit was eerst, dat zat dicht, dat was zat een steen. Dicht, ja, een steen ongeveer zo dik. En dan denkt je, dit is iets bijzonders? Nee. Oh. Ik heb de gewoonte om eerst de buitenkant van de steen te bekijken. Ja. Zit er niks bijzonders op en is een steen dik genoeg, dan map ik een keer op de zijkant, misschien zit er iets in. En dan misschien zit er iets in, was dus nou bingo. Oké.
Maar dan moet dus eigenlijk, ja, je moet er een oog voor hebben van, het is al een speciale steen, mogelijk dat er binnen iets in zit. Ja, okay. Ja, er zijn sommige stenen die ik dus per se niet doorsla, mm-hmm. omdat ze gewoon bikkelhard zijn. Maar dit is dus een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, je kent leisteen op de daken, mm-hmm. hè? Maar dit is dan dikke leisteen, dus die is echt in, ja, je kunt zien dat die in plakken is opgebouwd. Okay, ja. En als je daar dan op de zijkant mept, dan breekt die ook meestal bij zo'n plak open, want zo'n fossiel zorgt voor een kwetsbare plek. Ja, ja. En daar valt die dus dan ook meestal open. Okay. Maar dit is geen plant. We zien ergens, als ik het goed heb, een beetje net onder het midden aan de rechtse kant zie je een structuurtje. Ja, links en rechts. Links en rechts. Ja. En die, dit is geen plant. Nee. En dat had je ook meteen gezien? Had ik meteen gezien. Mm-hmm. En ja, ik had dus contact al met iemand die veel beter in die plantenwereld en fossiele wereld thuis is. Dus daar heb ik toen 's avonds die foto naartoe gestuurd. En die gaf eigenlijk meteen bericht terug van, wow, volgens mij heb je een miljoenpoot gevonden. Dus dat wist ik eigenlijk al binnen 24 uur. En het is een miljoenpoot, dat weet je al? Het is een miljoenpoot, ja. Ja. Oké. Okay. En hoe weet je dan hoe oud dat die is? Ja, dat weet ik niet. Nou, deze is dus duidelijker. Het is overigens maar een beestje van 4 centimeter. Dus het lijkt heel groot hier op deze foto, maar mm-hmm. meer dan 4 centimeter is het niet. Nee, dat weet ik dus niet. Ik wist dus dat het een miljoenpoot was. Maar dat uitzoeken van hoe en wat, dat hebben ze dus bij een wetenschappelijk bureau. En hoe oud blijkt hij nu te zijn? 310 miljoen jaar. Maar we kijken 310 niet... miljoen jaar? Maar wat we kijken leven? Niet op een jaar, hè? Nee, we kijken niet op een jaar. Dus, ja. Maar dan was het nog in de tijd dan dat er eigenlijk nog geen zoogdieren waren? Klopt, ja. Dus... En ook nog geen dinosaurussen? Nee, klopt ook. Zo. Ja. Je moet je eigen voorstellen dat ja, de aarde... Misschien een ingewikkeld verhaal, maar alles wat nu van ons aardbeeld bekend is, de werelddelen enzovoorts meer, die liggen dus nooit op dezelfde plek. Mm-hmm. Dat verschuift in miljoenen jaren en dat is nog steeds zo het geval. Amerika en Europa drijven nog steeds verder uit elkaar. En vroeger lag het gebied wat nou Nederland is, lag eigenlijk rond de Evenaar. Ja. En er waren mega moerasbossen. En in die moerasbossen, vandaar heel veel planten, daar leefden dus ook miljoenpoten, daar leefden ook insecten en spinnetjes, et cetera. En die worden dus ook gevonden, maar zijn net zo zeldzaam als dit. Okay. En nou, dit fossiel draagt jouw naam. Ja. Want hoe heet die? Laura Volcella Willemeni. Willemeni. En dat Willemeni... Van adel, of hoe is die naam ontstaan? Wat zeg je? Is die van adel, of, want het is zo'n lange... Of hoe is die ontstaan? Laura, dat gedeelte is de plek op de storthoop van de mijn Laura, waar ik hem in Limburg mm-hmm. gevonden heb. Volcella heeft het te maken met het alleronderste stukje, zeg maar zijn staartstuk, dat heel bijzonder is voor miljoenpoten. Zulk soort staartstukken zijn ze bij andere miljoenpoten nog nooit tegengekomen. Okay. Dat is Volcella, tangvormig betekent dat. Uh-huh. En Willemeni, ja, dat is dus mijn achternaam. Willemme. Oh, ja. Wat mooi. Dus vandaar... En is dit nou, nou ben ik klaar, want ik heb nou echt iets gevonden. Daar heb ik gewoon heel de wereld mee veroverd. Het draagt mijn naam. Is dit het hoogst bereikbare of gaat het door? Nou, ik had nooit geen doelen. En nu? Nog niet. Nog steeds niet? Oké. Okay. Nee, ik heb mijn kast vol met fossielen, of mijn schuurtje ligt vol met fossielen. Oh, ik schrok al Maria. Nee, ga je het over? Nee, nee, dat er in de kast ligt. Nee, oké. Okay. Maar ja. Er liggen dus echt duizenden fossielen in mijn schuurtje. En die zijn ook allemaal net zo oud als deze, maar totaal niet bijzonder. Oké. Okay. Omdat je er daar dus ook miljoenen van vindt. Maar dit is dus de enige soort die tot nog toe bekend is. En misschien zijn er meerdere gevonden die over de schouder weggegooid zijn en die vergaan zijn of vergruist zijn in machines, et cetera. Ja, deze is, daarom zeg ik al, het is 1000% geluk. Echt een unieke gevonden hebt. Ja. Die nou gewoon door een beerzenaar gevonden is. Hoe bijzonder is dat? Dat is mogen bijzonder. We afspreken als je nog eens een keer zoiets vindt? Ja. Nou, het liefst dan de ouder, hè? Want deze dat kennen we nou.
Dat je dan nog eens terugkomt? Nog ouder kan hoor, want ik wil zeggen... Dan maak ons gek. Leven op aarde bestaat al meer dan 500 miljoen jaar, dus er zijn ik ook, ben benieuwd. Maar dan komen we dingen. Heel graag met jou erop terug. Dat is afgesproken. Hartelijk applaus voor Geert Willemen. Dank je wel. Hey, groetjes. Goed, bedankt. Hè. Bedankt. Groetjes, hè. Samen eten is iets heel vanzelfsprekends, zeker als je dat iedere dag doet. Je gaat pas echt heel speciaal vinden wanneer samen niet meer samen is, maar dat je alleen moet eten. Dan kom je er alleen voor te staan en dit speciale gevoel om nog één keer in de twee weken te laten ervaren, gebeurt door eetgroep De Beerzen. Ondertussen wordt hier even gewinkeld. De mee-eters, zoals wij ze maar even oneerbiddig noemen, die elke twee weken bij hun komen eten, zijn unaniem dol enthousiast. Er wordt naar verluid zelfs nieuwe liefdes geboren. Maar ja, of was dat alleen maar opscheppen? Wij gaan nu even onderzoeken of de soep ook echt zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. En bij ons zijn aangeschoven initiatiefnemers van het eerste uur, Atte Notter en Marie-Louise Boekselaar. Ja. Dames, eetgroep De Beerzen. Vertel eens kort, weet je, wat houdt het in? Wat is het? Is ontstaan in 2015 januari vanuit een initiatief van Oorschot, een vrijwilliger die daar ook een eetgroep had. En die wilden het in Middelbeers opzetten en we hadden meteen 12 gasten die aan wilden sluiten. En die gasten zijn dan? Alleenstaande ouderen. Alleenstaande ouderen. Ja. Dan horen wij Ad even niet goed terug over de monitor. Dus misschien dat we daar eventjes naar kunnen kijken. Hé, hey, hartstikke mooi. Wij zijn bij jullie komen kijken, Sjoerd en ik. En Sjoerd die heeft daar filmopnames gemaakt. Tijdens een van de eetmomenten op een woensdagavond waren wij er. En ondertussen dat wij hun verder interviewen, kunnen jullie boven op een impressie van de beelden kijken. Ja. Het initiatief hebben jullie net gezegd, hè, die is ontstaan ongeveer 10 jaar geleden. En jullie doen dit met heel veel plezier. Jullie zijn allemaal vrijwilligers, ja. Heb ik begrepen. Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie? Bijna 30. Even, hier staat geen bijna geluid. Bijna 30. Staat jouw geluid aan? Dan moeten we heel even controleren. Dat is een goede vraag. Moet checken. Die staat uit. Ad, wil jij nog even iets zeggen? Dan controleren we dat. Met 30 personen, ja. Zijn we gestart. Okay, of dan hebben we nu? Dan zetten we mail even aan. Dan is komt dat hij. Aan? Hij doet het niet. Nog niet. Nee. Wil jij nog iets zeggen, Marie-Louise? Even luisteren of hij het nu doet. De handheld. Die heeft Elia. Pakken we erbij. Kijk. Doe het zo. Je moet dicht tegen je mond aanhouden. Dicht tegen? Ja. Ja, we zijn dus met 30 vrijwilligers, koks en gastvrouwen. 2 koks, 1 gastvrouw per keer. Oké. Okay. En 13 gasten, iedere dinsdag en iedere woensdag. En komen er dan elke week dezelfde gasten? Nee, om de 14 dagen. Om de 14 dagen, hoe werkt dat dan al? De ene groep komt op de dinsdag en die komen 14 dagen later weer. Okay. En op woensdag is het hetzelfde. Dus we hebben 4 groepen in totaal. Van 13 personen, ja. 13 gasten? Ja, en 1 groep is met 14. Oh, detail. Ja. En waar moeten mensen dan? Mensen komen eten. En voor de duidelijkheid, dus alleen voor alleenstaande ouderen uit Beerzen. En wat moeten die mensen dan betalen? Ze betalen 7,5 euro even per keer. Even de microfoon wat dichterbij. Ze betalen 7,5 euro per keer. En daarvan wordt er dus gekookt. 2 gangen altijd. En de huur van betaald natuurlijk bij ons mevrouw. En kunnen jullie het daarvoor doen? En daar kunnen wij het voor doen, ja zeker. Okay. Krijgen jullie dan ook iets van sponsoring? We hebben vorig jaar sponsoring gehad, ja. Okay. Want 7,5 euro, dat klinkt als heel weinig voor een 2 gangen diner. Wie bepaalt er nou het menu?
Wij zelf. Jullie zelf? De koks. Iedere kok. Ja. En hebben jullie ook een koksachtergrond? Nee. Nee. Niet. Nee. Sommige. Huismoeder. Sommige. Ja, de meeste hebben tegenwoordig toch geen gezinnen meer van 16 man. Nee. Dus, nee, maar ik bedoel, dat is wel serieus anders koken als voor een gezin van vier. Ja, absoluut. Dat klopt. Je moet ook van tevoren wel bedenken hoe je het doet. Want het is natuurlijk niet zo'n hele grote faciliteit daar. Mm-hmm. Sommige dingen hebben wat meer tijd nodig, die doe je thuis. Maar verder, als je er even over denkt, dan gaat het prima. Oké. Okay. Als we goed zijn, jullie koken op een vierpits fornuisje? Vijf inmiddels. Vijf pits bij ons mevrouw. Ja. We hebben een grote oven en een goede vaatwasser, dus het lukt. Ja, en jullie koken altijd gezond, neem ik aan. Ja. Altijd gezond. En moet je ooit rekening houden met de diëten? Nee, nee. Ik heb het wel eens gevraagd, maar van deze mensen heeft niemand een dieet. Zeker. Of alleen die een dag niet. Dat zou ook kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Heel goed. Nou, hebben we hier iemand in de zaal? En dan willen we graag heel even jouw microfoon lenen. Ja. Elia, die houdt er even de microfoon bij een gast. Hallo, als u een beetje draait, dan kan de zaal u ook zien. Wilt u even voorstellen? Ik ben Cor Nauws van de Pas, uit Middelbeers. Uit Middelbeers. En u gaat regelmatig eten bij deze eetclub? Ja, alle 14 dagen. Alle 14 dagen. Gaat u er al lang naartoe? Ja, bijna van het begin naar waar. En hoe bevalt het? Hartstikke goed. Kunt u er iets over vertellen? Nou, het is altijd een verrassing waar je krijgt om te eten, maar het smaakt al. Kijk, dat zijn nog eens pluimen. Ja. En hoe is het voor u als alleenstaande om zo aan te kunnen schuiven? Nou, ik vind het heerlijk. Ik zou wel elke week willen. Ja. En is het gezellig onder elkaar? Ja, heel gezellig. En naderhand, als we klaar zijn met eten, dan doen we nog een bakje koffie vatten. En dan even snorbuster, hè. Ja, dat snap ik. En die andere dagen, hè? Want u gaat dan één keer in de 14 dagen hier eten. Die andere dagen... Kookt u dan zelf of koken alle mensen nog zelf? Eén dag bij mijn dochter, met zijn Emma, omdat die dan laat thuis van het werk. En de andere dagen doe ik het zelf. En is er geld voor alle gasten, dat die allemaal nog zelf koken? Dat weet ik niet. Weten jullie daar iets van? De meesten koken nog wel thuis, hè? Zelf. En even vertalen, sommigen hebben ook kant-en-klare maaltijden. Dus. Ja, ja. Is het een aanrader, wat jou betreft, Cor? Ik vind het wel. Ah, dankjewel. Fijn dat u het even wilde mededelen. Dankjewel, Cor. Okay. Het is een aanrader, horen wij. Maar is er ook een plaats voor nieuwe gasten dan? Ja, we hebben momenteel maar één persoon op de wachtlijst. Dus er is een wachtlijstje en het wisselt wel eens. Maar ik begreep, jullie hebben ook twee keer per jaar grotere evenementen. Ja, ja, ja. Ja. In juli hebben we een high tea. En dan komen alle gasten op één keer, op één middag. En dat is een heel evenement. En met kerst hebben we het grote kerstdiner. En dan zijn we bijna met 80 mensen, ja. 80 mensen? Ja. En dan moet je ook op een vijfpits van huis verkopen? Nee, nee. Nee, nee, nee. Dan wordt er een werkgroep geformeerd. Die maken het, stellen een diner samen en wij allen krijgen een taak. Oké, okay, maar dan eten ze een koude schotel dan? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. We eten uitgebreid. Okay. Een echt kerstdiner. Vier of vijf gangen, ja. Ja, ja. Ja. En Ad, als hier nou mensen zich aan willen melden, is dat via-via of waar kunnen ze terecht? Dat kan via-via, maar vaak via de gastvrouwen of de koks. Ze net aan. Hadden we de foto met de vrijwilligers. Ja. Dus als ze daar iemand van kennen en zich daarbij melden. Dan komt en het goed. Stel dat er een wachtlijst is, mogen ze dan wel naar de twee grote evenementen? Hoor ik dan ook? Ja, 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 ja. Dan mogen ze daar gewoon. Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar wat wij toen Sjoerd en ik er waren ook begrepen van... Hoe fijn dat ze zeiden van, oh, we mogen gewoon aanschuiven. We hoeven zelf niks te doen. Nee. We zijn weer eens onder de mensen. En de ene inderdaad, de magnetronmaaltijden. Een mevrouw die zei zelfs, ik krijg elke dag... De andere dagen zegt ze, krijg soep over de schutting van de buren. Maar deze is toch ook heel fijn en kan ik ook heel lekker buurten. En je zag ook de gezellige sfeer. Ja. Ze brachten elkaar mee in de arm met een auto. Ze halen elkaar op. Voor ons was het een heel warm gevoel. Ja, en, voor ons ook. En voor jullie ook. En dat zagen wij ook. En dat zien en horen wij nou ook. En dat geldt voor alle vrijwilligers. Hè? En dat geldt voor alle vrijwilligers, alle koks en alle gastvrouwen. Yes, en dan denk ik, ja, dat we gewoon af kunnen sluiten met een heel groot applaus. Waar Klein Beers heel groot in kan zijn. Yes. Prachtig initiatief. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Goed gedaan. How can you just leave me?
standing, alone in a world so cold. Ja, de lieve mannen. Frans, kom hier bij ons zitten. Kom maar bij zitten. Yes, treedje naar beneden, die is voor jou. Frans van de lieve mannen, vandaag verzorgen zij de muziek tijdens deze uitzending. En volgens mij hadden wij net niet de primeur. Ja, net niet. Dit is het tweede optreden. Want jullie hebben? We hebben afgelopen najaar een keer in de cultuurboerderij gespeeld. Oké. En hoe komen jullie nou aan de titel of aan de naam Lieve Mannen? Zijn jullie nou zo ijdel of wie heeft die bedacht? Natuurlijk zijn we met z'n allen hartstikke lief. Ja, natuurlijk. Maar ja, anders iedereen heeft zoiets, ja, Lieve Mannen, maar en die zangeres dan? Ja, nou. Zij je Lieveke. Ah. Zo simpel is het. Nou, Lieveke, dan staat er goed op met zoveel mannen. Ja, vind ik ook. Ja. Hey, en hoe zijn jullie dan bij elkaar gekomen? Zijn het allemaal Beerzenaar, Rijk? Niet allemaal, maar het initiatief kwam wel van Beerzenaar, Martin en Hans. Hans Willems, Martin Smits. Ja. Ja, die hadden het idee om, ja, ze hebben allebei jarenlang geen muziek meer gemaakt, en om weer een nieuwe band op te zetten. En ik was ook eigenlijk wat zoekende. Ik zit dan in de Cohen Tribute Band, maar daar kom ik eigenlijk niet aan zingen toe. En dan zei ik het liefste wat ik doe. En zo zijn we eerst met z'n drieën begonnen. En ja, vanuit het netwerk gekeken van, ja, wie kennen we nog meer? Met Lieveke doe ik al jarenlang, zeg maar, in projectvorm het een en het ander. Het leek me heel erg leuk om met haar in een band te spelen. En dat is ook import uit Hilvarenbeek. Het is ook 013. Dus dat kan het net, ja. Ja, en nou komt het, ja, dat wordt, hoe leg ik het uit, Stefan? Stefan, we hadden eerst een andere gitarist, helaas om gezondheidsredenen moest stoppen. En Stefan, die zit er pas 3 weken bij. Die komt uit Eindhoven. En waar komt Stefan vandaan? Eindhoven. Eindhoven, nou, ik vind het nog allemaal best in de buurt. Hey, en wat maak je voor muziek? Wat kunnen mensen van je verwachten? Ja, wij willen graag verrassend zijn. Noem maar semi-akoestisch, dus geen bombastische muziek. En die verrassing ook door covers te brengen, maar mensen wel een minuutje na laten denken van, hey, ik ken het ergens van. En dat op een gegeven moment dan het kwartje valt. Dat is om de muziek transparant, doorzichtig en verrassend te houden. Dat is het eigenlijk wel. Nou, want het knappe is ook, en voor de goede luisteraars, die hebben het al opgemerkt, dat jullie voor elk item, wij hebben verteld welke gasten we hier hadden, met welke onderwerpen, hebben jullie een passende jingle gevonden en dat nog ingestudeerd. Het was even zoeken om ook een linker te leggen, ja. Maar dat kan misschien straks. We hebben af en toe de dingen moeten verdraaien, maar dat hoor je straks misschien ook nog wel. Nou, hartstikke goed. Hey, en treden jullie nog meer op of valt het in deze tijd tegen? Want welke kroegen boeken nog bandjes of welke gelegenheden staan jullie nog? Door de wisseling zijn we nu weer hard aan het repeteren. Mm-hmm. En wij willen eigenlijk niet in kroegen staan. We willen geen muzikaal behang zijn. Zo'n podium als bij de cultuurboerderij, daar is luisterpubliek en dat zijn eigenlijk de podia die we zoeken. Okay. De eerste plaats vindt het leuk om samen te repeteren en met nummers bezig te zijn. We hoeven niet zo heel erg veel op te treden. Mm-hmm. En we denken dat we de podia wel vinden die, waar het luisterpubliek is. Nou, ik denk als wij het zo horen, dat jullie inderdaad wel aanvragen zullen krijgen. Ik vind het echt geweldig, mooie muziek. Daar zijn wij al, ja. Toen wij ze straks jullie hoorden inspelen. Ja. Wat ik ook zo knap vind, hebben we een keer niet de kerk uitgeblazen worden. Met wel zo'n bas erin, maar gewoon lekker mooie luistermuziek. Wat gaan jullie nu voor ons spelen? We gaan een nummer van de Eurythmics doen, uit de jaren 80. Stond bekend als bombastische synthesizer muziek. Nou, wij doen het op onze manier. Nou, maak ons gek. Frans de Lieve Mannen. Met de Lieve Mannen. Thank you.
Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I wanna walk in the open wind, I wanna talk like lovers do, I want to dive into your ocean. Is it rain? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me, talk to me like lovers do. Wel zeggen dat je heel goede, lieve mannen bij je hebt. Yes. Prachtig. Het applaus was natuurlijk wel verdiend, maar nu is het echt tijd om even te pauzeren. Hou de klok in de gaten.
Want dan kan je zien wanneer we weer gaan beginnen. Over een klein half uurtje. Drink lekker iets, de bar gaat open en tot zo. En we zo bij u terug.
Bye.
saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? Now all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. Ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het wijze terug lag ik nog te janken. Maar ik verander. Met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu. Ik wil huilen in. A long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance. That I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Dancing in the G
I die. This will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Day that I die. Helped a skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance. Oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing by. Thank you.
beginnen. De pauze is weer voorbij. Wij willen heel graag weer doorgaan. Piet probeert ondertussen hier het scherm weer aan te krijgen. Hier bij ons op het podium. Dat lukt op dit moment niet. Misschien dat er achter de tafel iets kan gebeuren. Vorige uitzending hadden wij een nieuw onderwerp. En dat was kunde nog Beersburten. En toen hadden wij contact gezocht met Ans Dieker in Canada. En met Mark van der Vleuten in Brazilië. En daar hebben wij zoveel reacties op gehad. En mensen gevraagd van, goh, kunnen we dat nog een keer terug laten komen? Ja, dat kan. En dat doen we vandaag. Maar dat doen we vandaag maar met één persoon. En waar we nu contact mee gaan zoeken is met een zoon van Ad van Zandvoort en Dien Helting. Dien zit hier. Met John van Zandvoort die helemaal op, in Manila op de Filipijnen zit. En zijn moeder Dien is onder valse voorwendselen hierheen gelokt en weet niet, maar wij hebben hem Dien. Moeten maar eens kijken. We gaan eens kijken, John van Zandvoort. Ik heb geen beeld, Jannes. Even kijken bij Jannes. Even kijken. We moeten heel even wachten tot de verbinding. We hadden hem net. En die moeten we nog even in beeld krijgen. Kijk, daar kijk. Is hij. Nou. En nu... Daar hebben we John. Wij zien hem hier nog niet. Maar wij praten via de camera. Daar ziet een beetje graag voor jullie uit. Maar wij praten via de camera. Praten wij met John. John, waar zit jij? Ik zit in Manila in de Filipijnen op het moment. Kunnen jullie mij horen nu? Ja, 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 nou gaat goed. En zien. Oké, goed zo. Goed zo. Jij zit in Manila op de Filipijnen. Klopt. Hoe is het weer? Ja, heel lekker. Heel een jaar door. Het is hier 11 uur 's avonds nu en het is nog steeds 27 graden. Dus heel goed te hebben. En overdag dan? Op dag loopt het momenteel zo rond de midden 30 graden. Oh, lekker. Kijk. Heel goed. Oh. Hey, John, kun jij nog Beersburten? Ja, ik ben wel wat zwaar al weg. Dan is het al bijna 35 jaar, of ruim 35 jaar. Maar ik kom elk jaar nog wel één of twee keer terug om het bij te houden. Ja, dat klinkt al beter. Het valt niet tegen. Zo elk jaar kom je nog terug. Ja? Nee, maar het wordt al goed, John. Het wordt steeds beter. Misschien dat je over 10 minuten nog veel meer beers praat. Waarom ben ik eigenlijk weggegaan? Ik wou eigenlijk gewoon graag de wijde wereld in. En dat komt natuurlijk ook. Als je een vast honk hebt als middelbeers, dan is er altijd iets om op terug te komen. Dus ik had er alle vertrouwen in. En waar ben je naartoe gegaan? Op mijn 18e ben ik eerst naar Leiden gegaan. Daar heb ik gestudeerd. Japans eerst en daarna rechten. Toen ben ik in Amsterdam gaan werken op een advocatenkantoor. En toen ben ik na 5 jaar voor de kantoor uitgezonden naar Tokio om daar een praktijk op te zetten. En toen ben ik, toen tijd was om na 5 jaar daar ook weer terug te komen in Nederland, had ik eigenlijk geen zin meer om terug te gaan. Dan vond ik het eigenlijk wel lekker om in Azië te blijven. En toen ben ik in Manila gaan werken bij een ontwikkelingsbank. Oké. Oké. En je bent getrouwd? Klopt, ja. Mijn Beersen? Ik heb vlak voordat ik naar Manila ging. Nee, een dame uit New York. Oh. Die ik tegen het lijf ben gelopen toen ik daar een vriend ging opzoeken. Oké. En dat klikte heel erg. En we zijn toen getrouwd toen ik inmiddels al in Tokio woonde. En we hebben inmiddels 3 zonen. Die allemaal al tieners zijn. Dus, en hoe heet ze? Een tijd geleden. Hoe heet ze, John? Thomas. Dat is de oudste, die is inmiddels 18. En dan Thijs is 16. En de jongste is Liam, die is 14 jaar oud. Ja. En kunnen ze een beetje uitspreken? Heet, Margaret. Oh, oké. Okay. Kunnen ze een beetje uitspreken op de Filipijnen? Thomas en Thijs?
Met Thomas en Liam kan iedereen goed uit de voeten. Dat zijn hele internationale namen. Maar Thijs die wordt bijna om de haverklap aangesproken als Tietjes. Zodra ze zijn naam... die kennen ze daar niet. Oké. Okay. Ja. Hey John, nou ben je al een hele tijd weg. Wat miste jij uit Beers? Uit Beers? Natuurlijk allereerst mijn moeder die in het publiek zit en mijn familie. Altijd vaste prik is, als ik er kom, dan is het eerst worstenbroodjes van de Beerse bakker. Hey. Dat is het eerste wat ik aan moet. Ik hoor daar achter in de zaal, Als ik die op heb, dan altijd een fijne wandeling langs het Wit-Holland. Dat vind ik ook altijd prachtig. Ja. John, dan kun jij niet zien, maar achter in de zaal zit Ton Bressers van de Beerse bakker. En die werd even wakker. Jee, had hij zoiets van, hé. Hey. Dus dat is inderdaad een groot compliment. En Wit-Hollands, dan goed vol water nou. Ja, dat klopt inderdaad. En dat is wel... Ik heb veel jaren van mijn jeugd doorgebracht, want ik zat bij de scouting. En sowieso ging daar op zaterdag ging ik altijd naar de bossen rond het Wit-Holland in. En ik kom er nog vaak. En ik zag laatst nog foto's dat het helemaal vol staat met water. Dus dat is weer belangrijk nieuws. Ja, zeker. Ja, precies. Hey, en John, waar heb jij meegenomen uit Beers? Eigenlijk niet meer dan mijn goede herinneringen. Daar is het vooral. Ik ben natuurlijk al heel lang weg, dus alles wat ik in het begin nog had, is alweer opgebruikt en vervangen. Maar die goede herinneringen, die blijven. Ik heb in mijn hele jonge jaren waren we in de buurt met de Kuilen en de Buchtjes en de Kosselstraat. Daar hadden we veel jonge gezinnen. Ik zag straks Elia Harbert nog rondlopen. We hebben veel met de Harbers familie gespeeld. En ik heb lang gevolleybald bij Odie, ik heb bij de Harmonie gezeten, bij de drumband. En in mijn latere jaren, vlak voordat ik naar Leiden vertrok, heb ik nog een paar jaar in een band gespeeld met inmiddels wat oudere Beersenaar, Jan de Notter, Jan van Ham, Cor Schepers hadden we de Beerse band en speelden we op de Splinter. Ook wel leuk. Nog wel eens. Oh, mooi. Ja, we hebben hier nou weer een Beerse band vandaag. Maar misschien... Ik herkende Martin Smits. Hey! Wat leuk. Oh, dat is mooi, man. En wie waren jouw vrienden vroeger, hier in Beers? Er waren eigenlijk in mijn beginjaren Fransje Kolsters, die dan ook in de buurt, die woonde aan de Kostenstraat. En daarna in de lagere school heel veel met Perry Nauwers omgegaan. Ja. En daarna ook nog lagere school, maar ook het begin van de middelbare school, veel met Ronnie Vennix van de Huivert. Oh ja. En heb jij nog contact dan ook met mensen uit Beers, zo, ook met vrienden? Eigenlijk heel weinig. Het is wel vooral om met familie te doen, eerlijk gezegd. Maar ja. Zoals jullie weten, Altik is er nog een grote familie, dus daar is genoeg contact mee te houden. Ja. En doe je nog wel iets aan Beerse of Nederlandse tradities? Nou, ik heb toen onze kinderen zijn opgegroeid, hebben we ze stevast grootgebracht met Sinterklaas. Daar kennen ze heel goed. Daar ging ook, Sinterklaas verscheen ook altijd op de ambassade, dus daar gingen de kinderen mee naartoe. Oh, ja. Elk jaar vieren we wel Koningsdag of Koninginnedag vroeger dan. En ik heb het geluk gehad dat wij op een gegeven moment goede Nederlandse buren hadden die mijn vrouw hebben geleerd om bitterballen te maken. En daar profiteer ik nog steeds van. En wat is nou het grote verschil tussen daar en hier? Nou, ik denk het eerste wat ik al gevroegd is natuurlijk het weer. Het is hier altijd het jaar door heerlijk weer. Dat is natuurlijk heel fijn. Ja, verder is de Filipijnen echt een ontwikkelingsland. Mm-hmm. Waar je toch ook vrij veel armoede hebt. Dus de laatste decennia is het wel wat beter aan het worden. Want Azië is natuurlijk enorm in ontwikkeling op het moment. Maar ja, je hebt toch, zoals je in Nederland hebt, dat toch iedereen toch op een behoorlijk welvaarts niveau zit. Dat heb je in de Filipijnen. De pijnen niet, dan heb je de mensen die heel rijk zijn, die wonen toch ook nog
tussen plekken waar echt schrijnende armoede is nog. Ja. Hoe ga je daarmee om dan? Hoe is dat voor jou? Ja, ik leef zelf natuurlijk toch in wat meer welvarende omstandigheden. En nu, ja, ik werk bij een ontwikkelingsbank. Voor ons is een belangrijk deel is het geven van ontwikkelingshulp. Maar tegelijkertijd wil ik dat wel zo op zo'n manier doen dat ik mijn gezin ook een normale leefomstandigheden kan geven. Dus wij wonen hier goed, in alle eerlijkheid. En nou zijn het daar vooral katholieken, heb ik begrepen, op de Filipijnen. Het is nou de goede week. Ja, klopt. Lopen daar de kerk ook leeg? Het is een enorm gelovig land. Het hele jaar door kan je hier op allerlei plekken naar de mis, ook waar je het niet verwacht. In Nederland ga je naar de mis in een kerkgebouw. In Manila kun je naar de mis als je gaat winkelen. Op de winkelstraten zijn er veel plekken waar je gewoon, als je ergens langs loopt, zie je in één keer dat er een mis aan de gang is. Beneden bij ons appartement op zondag naast de fitnessruimte worden de plastic stoelen neergezet en wordt de mis gehouden. Dus kijk. Het is een buitengewoon gelovig land. Ja. Ja, mooi. En is het dus zo, het is de Filipijnen toch, waar dan aanstaande vrijdag, als het Goede Vrijdag is, mensen zich ook laten kruisigen? Ja, dat is niet alom, maar dat is wel een van de weinige landen waar dat nog wel gebeurt, ja. Jeetje, heftig. John, tot slot, wat is het laatste nieuws uit Beers? Ja, het laatste nieuws uit Beers, waar wij hier ook nog duidelijk op vizier kwamen, was het fossiel van wat ome Geert had gevonden bij de Limburgse mijnen in de buurt, meer dan 300 miljoen jaar oud. Dus, ja, 310 miljoen ongeveer hebben wij. Nou, prachtig toch? Dat vond ik echt prachtig nieuws. Nou, dan is de cirkel toch wel rond, hè? Jullie moeder in de zaal, jouw zus heb ik gezien, jouw broer, jouw zus heb ik gezien, jouw broer heb ik gezien, ome Geert over zijn fossielen, met tante Maria. Hé, hey, John, hartstikke bedankt. Het gaat je goed. Wanneer komt er weer naar Beers? Ja. Weet het al? In mei even langs. Ton zorgt er dan over Nansta voor de worstenbroodjes. John, ik zie hem knikken. De worstenbroodjes worden er op tijd ingelegd. Dames en heren, John van Zandvoort. Dank John en wel rusten. Oké, bedankt. Adieu. Het is hier heel druk, ja. Het lijkt wel een bijenkast. Ja. Zo veel. Ja. Maar goed. De Beerse kent een groot aantal fanatieke imkers. Die hebben zich verenigd in de bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius. En als je rondom de Landschotse Heide wandelt of fietst, dan zul je misschien de Biebult wel eens gezien hebben. Tegenover de Kempenzoom, daar ligt een oude vuilstortplaats. Inmiddels helemaal overgroeid met bomen, planten. Maar de bijenvereniging heeft daar een hele hoop bijenkasten staan. En hier bij ons zit Jacques van Hoof, die ons komt vertellen over zijn leven als imker en waarom de bijen zo belangrijk zijn voor ons. Jacques van Hoof. Dankjewel. Ja, die bijen die. Zijn verschrikkelijk belangrijk. Nou, waarom dan? Leg eens uit. Nou, als wij. Dat is tegenwoordig. Vroeger was dat een otter, maar als we nou naar de Jumbo gaan. Dan gaan wij naar de vakken kijken en dan liggen daar vruchten en groentes, et cetera. Als die bijen er niet meer zijn, maar ik praat nou over bijen, maar als de insecten er niet meer zijn, en de insecten zijn al met 75% afgenomen, en dat is een heel belangrijk gegeven. Als de insecten er niet meer zijn, dan wordt er ook heel veel minder bestoven. Dat wil zeggen dat wij daar ook heel veel voedsel gaan inleveren. Dus dat we veel minder voedsel kunnen kweken. En dat is eigenlijk het heel belangrijkste. Als je gaat kijken nu, de insectenafname. Als je een 40-tal jaren geleden met je auto in de zomermaanden aan het rondrijden waart, dan moest je een auto diezelfde week nog wassen, want anders zag je er niks meer door de vuur uit. En dat is nou heel anders.
Ik denk dat nou de eerste 2 maanden niet hoeft te wassen, want er pets niks meer, alleen steetjes op de ruit als de weg nu geasfalteerd is. Ja. Maar dan heb je ook een sterrenoer uit. Maar in ieder geval, het is heel duidelijk dat wij heel belangrijk moeten omgaan met het behoud van deze insecten. Biodiversiteit is het magische woord in deze. Nou is het zo, die, weet je, je hebt een hoop bijenkasten staan op de Biebult en op andere plekken in Beers. Maar als de natuur daar, kan de natuur daar niet zelf? Waarom moeten die in zo'n kast zitten? De bijen, ja dat klopt. Want daar hebben we met de laatste les hebben we het ook nog gevraagd. Is de imker nog wel nodig in deze wereld? Nou die is wel degelijk nodig, want we hebben bijvoorbeeld een milieu waar eigenlijk steeds minder natuurlijk nest of ja, behuizing. Hoe noemen ze dat tegenwoordig, min 30 gehoord? Help me eens even, Marja. Ja, we wilden weten. Een behuizing. Ja. Van bijen. Maar goed, de behuizing voor de bijen. Vroeger hadden we holle bomen, et cetera. En er was gewoon veel meer natuur. En dat is steeds minder aan het worden. En daarom zijn er ook een bij die gaat van nature altijd zwermen. Dat is gewoon een vaststaand feit. En als die gaan zwermen, dan zijn er de imkers om die zwermen op te vangen. Om ze weer een nieuwe behuizing te geven. En die behuizing is dan een kast? Dat is de bijenkast. Vroeger was dat de kurf en ja. Dat is nou de kast geworden. En hoe ziet er dan zo'n bijenvolk uit? Kunnen we dat kort vertellen? Zo'n bijenvolk is, nou beginnen we dadelijk hier met nou in het voorjaar. We hebben nou vandaag ontiegelijk klote weer, om het zo maar grofweg te zeggen. Maar de groei, in de explosieve groei in de bijenvolk is eigenlijk al begonnen. En als die groei aan de gang is, dan houdt dat niet meer op. Maar hoe ziet er dan zo'n bijenvolk in zo'n kast uit? Nou, als je dan gaat kijken, je doet hem open in januari, dat doen we normaal niet, maar als je dan toch open wilt doen, om dan toch te weten hoe dat eruit ziet, dan zie je een clustertje bijen op een 4-5 ramen hooguit. En die gaan steeds compacter bij elkaar zitten. Hoe kouder het wordt, hoe compacter die bijen bij elkaar gaan zitten. En dat is om te overleven. Want heel maar dan veel zit mensen... er een koningin in? Koningin. Er zit 1 koningin in 1 bijenvolk. Ja. Elke kast heeft 1 koningin. Die heeft in de winter een 5.000, 6.000 werkster bijen. Dat zijn overigens allemaal vrouwen. Ja. Vrouwelijke bijen. Een koningin is ook een vrouwelijke bij. Tuurlijk. En dan hebben we de darren. Dat zijn dus de mannelijke bijen, want je moet ook een tegenpool hebben, anders dan krijg je geen voorplanting. En in het begin, in de winter, hebben we ongeveer 5.000, 6.000 bijen, werksters hoofdzakelijk. 1 koningin, geen darren. De darren, die worden in augustus bedankt, die worden eigenlijk een beetje buiten geschopt. En dat noemen we dan ook, augustus is de darren slachtmaand. Dus die darren, die worden bedankt, want die hoeven niet mee te pot verteren. Ja, oké. Want wij zijn eigenlijk ook wel een beetje de honingimkers. En we proberen de honing, of we halen de honing eraf. Maar wij zijn zo sociaal als we zijn, geven wij ze ook iets terug. Maar ja, we zijn ook wel verplicht om zo sociaal te zijn, want anders houden we geen volk over. Maar als ik het dus goed begrijp, de vrouw is koningin, dat snap ik nog. En dat vind ik ook een heel goed ding. Maar de vrouwen die mogen werken. Ja. En de mannen, wat mogen die doen? Die doen alleen maar dobbelen, jagen en vissen. En, nou komt het heel mooiste van alles, ja. De koningin bevruchten. Maar je hebt ongeveer in de zomer, in de hoogtijdagen, hadden ongeveer 3.000-4.000 darren. De aantallen die verschillen wel eens per lectuur, maar goed. Ga er maar vanuit dat we 3.000 darren hebben om die enkele koningin te bevruchten die per kast voortkomt. Okay. En dat is nou in het voorjaar? En dat gebeurt dadelijk in mei, juni, april, mei. Als die zwermneiging toeneemt, dan worden er nieuwe koninginnen geboren. En het opmerkelijke is dat die koningin die dan maar 1 keer in de leven uit de kast komt. Ja. Dat is ook een begrip tegenwoordig in Nederland. Mm-hmm. Ja. Maar die koningin die komt dan 1 keer in de leven uit de kast. En die wordt dan door 20 darren op 40 meter, dus een acrobatie van hier tot Tokio, dan wordt ze genomen en bevrucht. Maar waarom, dus 20, oké, okay, maar waarom zijn er dan 4.000? Omdat, dat heeft ook te maken met de genetica en ook de inteeltmogelijkheden, et cetera. En daar is de natuur daarin heel sterk.
En daarom proberen we die darren, ja, er zijn een hoop technieken, ik kan het nou allemaal uitleggen, maar ik denk dat we vanavond om 10 uur nog bezig zijn. Maar en dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling, nee, hè? Dat nee. Heb ik duidelijk meegekregen. Nee, maar goed, de bijen die komen uit de kast, die gaan stuifmeel zoeken, die gaan de bevruchten, die gaan door stuifmeel achterlaten, zeg maar, en zo komt de bevruchting tot stand. Nou, die stuifmeel, kijk, nu krijgen we daar de kerst, de appel, de peer. Ja. Die worden bestoven middels de insecten. Ja. En waaronder onze bij een van die insecten is. Ja. En zonder die bestuiving is er geen vruchtzetting mogelijk. Dus dat is een heel belangrijk item. Die bijen die groeien. En zolang er stuifmeel binnenkomt. Stuifmeel is een eiwitrijk. Onze bijen, dat zijn vegetariërs. Tegenovergesteld van onze Aziatische hoornaar. Die ook ontiegelijk veel in het nieuws is de laatste tijd. Die Aziatische hoornaar is een carnivoor, een vleeseter. Maar die zien wij ook echt als bedreiging voor de mens en ook voor de bij. Hoofdzakelijk voor de insecten en de insecten. Indirect voor de mens. Want wij, ja, wij zijn als imkers zijn we een beetje prat op onze bijen natuurlijk. Maar die vallen onder het concept geheel insecten. En wat doet zo'n hoornaar dan? Hoornaar die, het is een prachtig beest in feite. Alleen die hoort hij niet thuis, want hij heeft hier geen vijanden. Maar die knipt de kop eraf van de bij, die knipt het achterlijf eraf. En het middenstuk, het borststuk, daar zitten de spieraanhechtingen, daar zijn de eiwitten. En die neemt hij mee en die gaat hij de larven mee voeren. En maar die pakt niet de koningin aan? Die pakt de koningin niet aan, omdat die meestal in de kast zit. Okay. Maar als je toevallig buiten is, dan is die ook aan de beurt. Want die maakt er geen verschil in. Maakt het nou ook iets uit waar die kasten staan? Moeten die onder die perenboom staan? Of hoe weten die bijen nou als ze in een kast zitten, bijvoorbeeld op de biebult, van daar moeten we naartoe? Nou, die hebben een heel sterk, je kunt dat een beetje vergelijken met de postduiven. Postduiven zetten ze in Zuid-Frankrijk neer. Ja, zover gaan wij niet meer als bijen. Maar die komen altijd terug op hetzelfde punt. En dat is met die bijen in feite ook. Als we nou, zoals wij daar zeggen, een kunstwerm maken, dan doen wij bijen eraf halen en die zetten we 3 kilometer verder, omdat vliegbereik een straal van 3 kilometer heeft van die bijen. En die proberen altijd weer terug te gaan op het eigen huis, zeg maar. Ja, nou is het andersom natuurlijk ook. Het systeem van dat ze een voedselbron weten te vinden, dat is ook een heel vernuftig systeem. Ja, dus ook, hoe meer je met die beestjes op omgaat, hoe interessanter dat wordt, want je geeft aan de bijendans. De bijendans die gebeurt in zo'n bijenkast. En dat wil zeggen dat die bij die maakt een bepaalde dans. En er zit een as in die dans, in die ronde die ze maakt. En die as heeft te maken met de stand van de zon. En de andere bijen die begrijpen dat. Kijk, want het is een vorm van communiceren. Daar kunnen wij 23 keer onze pet voor afnemen. Want wij hebben mobiele telefoon en we hebben computers. Maar zoals die beestjes kunnen communiceren, dat is dus dat is goed heel begrijp, die hebben een bijendans en dat is eigenlijk lesgeven in tom-tom. Dus de rest, u weet waar ze naartoe moeten. Precies. En ook waar de afstand is tot de afstand is bekend. En als er dan ergens wat dracht is, als er bijvoorbeeld een kersenboogaard is en die kers begint te bloeien, in no time. Als ik bij mij thuis een schaaltje met suikerwater neerzet. En daar komen dan binnen een half uur komen er heel veel bijen op af. Ik pak dat schaaltje op en ik zet het daar 100 meter verder of 50 of 10 meter verder. Komen ze eerst allemaal daar naartoe. Ja, ja. En dan heb ik ze naar de rand. Dan komt er een naar thuis vertellen van hoe je het hem verzet. Je houdt ze niet voor de gek. Ja, ja. Oh, dat is wel heel grappig. Ja. Als je kijkt dan naar, we hebben het over die hoornaar gehad, daar hebben we ook een foto van geloof ik. Is dat de grootste bedreiging of zijn er nog andere bedreigingen? Nou, we hebben al sinds de jaren 80, 90 hebben wij de grootste bedreiging al de varroa-meid. En die hebben we, de varroa-meid is eigenlijk een beestje die de bij in zijn algemeenheid verzwakt. En wij hebben die varroa-meid, die hebben we wat dat betreft redelijk goed onder controle. We kunnen onze volken kunnen we door de winter mee helpen. En we behandelen daar ook wel mee. En dan werken we ook mee oxaalzuur en met mierenzuur, et cetera. En er is ook heel veel nu te doen om de varroa-resistentie, zoals we dat noemen, en de varroa,
Daar ben ik de woord kwijt. Niet aan mijn vragen. Ik hoor het wel. Ik hoor het wel vragen. Resistentie en tolerantie. Oké. En dat is het eigenlijk het... Maar je kunt hier heel bevlogen over vertellen. En ik heb begrepen, je bent één van de Beerse imkers. Ja. Maar jullie hebben een hele grote bloeiende vereniging, Sint Ambrosius. Ja, 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 ja. Wij mogen er prat op gaan dat we... Ja, we hebben ongeveer nu op dit moment een 150 leden. We hebben weer 24 cursisten die weer het, het ambt, zeg maar, imker proberen vorm te geven. We hebben op dit moment 4 docenten erbij in betrokken. 10 mentoren. Dus het vraagt een hele hoop vrijwilligerswerk. En mooi. Vrijwilligers worden steeds schaarser. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje. Maar het een is beroep. Wel heel mooi om te zien dat het wel dus ja. leeft onder de mensen. En dat ja. steeds meer mensen genegen zijn om imker te worden. Jullie hebben ook het Imkercafé. Imkercafé is Kunnen jullie kort vertellen wat de inhoud? Tweede donderdag van elke maand, behalve augustus. Want dat is de zogenaamde vakantiemaand. Mm-hmm. Dan, maar daar wordt het altijd een tip. Of ja, wat. Tips en tricks bij het begin van de Imkercafé. We krijgen daar een presentatie natuurlijk bij gerelateerd, dat is simpel dat. En de derde helft van het voetballen hebben wij gezegd van bij en napraten na zijn presentatie. Thee een heel belangrijk onderwerp. En dan is thee mee honing. Derde nou, dat is niet bepaald. Hey, maar wat kunnen mensen dan, wat kunnen mensen in de zaak, weet je, als je geen imker bent, wat kunnen mensen zelf doen? In de tuin, om het beter te maken? Ik heb heel vaak gezegd, stenen eruit en planten erin. Zaai maar bloemen of er is chakals, is ook weer goed mee, want dat is ook weer een beersnaar. Kijk, en dat is heel belangrijk dat wij de biodiversiteit, want dat is het magische woord in Heldenspel, dat wij zoveel mogelijk proberen een grote diversiteit aan planten. Mais alleen... En aardappel alleen is voor de insecten, daar vallen onze bijen ook weer onder, is eigenlijk veel te weinig. Maar als wij zorgen dat er de stenen in de tuin eruit gaan, we zetten weer bloemen, bloembollen, weer groen, dan helpen we dit al heel erg. Helpen we weer Wanneer is het volgende Imkercafé? Weet je dat zo? Dat is donderdag, de, even kijken, 11 april. En dat is niet alleen voor de imkers, dat iedereen is daar welkom. Ja. Waar is dat? Altijd bij ons mevrouw. 11 waar april. Onze gasten ook altijd het eten voorbereiden. Juist. Dat is een heel belangrijk middenpunt hier in Middelbeers. En wij zetten daar een stuk op de kaart voor, want wij heten natuurlijk ook nog Sint Ambrosius Oorschotten Beerzen, EO en omstreken. Ik zou zeggen, 11 april, zet het in jullie agenda en kijk of je tijd... Dank je wel. Dank je wel. Als wensouder krijgt kinderen krijgen extra lading en betekenis. En dit hebben Marion en Bart aan de lijve ondervonden met uiteindelijk de unieke geboorte van hun eigen zoontje Mees. Ze hebben hem letterlijk gekregen via een fantastische draagmoeder. Hoe heeft het wonder der natuur kunnen gebeuren en welke ongelofelijke weg hebben ze daarvoor bewandeld? Wij vragen het aan Marion van Bijsterveld en Bart de Notter. Even checken of we goed geluid hebben. Hallo. Ja, dan gaan we even kijken. Ja, ik denk het wel. Hallo. Nou, in ieder geval Bart en Marion, van harte welkom. Ja. Heel dapper en dat jullie verhaal hier willen vertellen, want het is heel bijzonder. We gaan even terug naar 2020. Jullie lieve dochter Jasmijn werd geboren, helemaal op een roze wolk. Maar jullie donderden eigenlijk, oneerbiedig gezegd, al snel van die roze wolk af. Want bij jou gingen de alarmbellen rinkelen, Marion. Kan je dat uitleggen? Ja, dat klopt. Dat heeft al even geduurd. Begin 2021 was ik nog niet ongesteld geworden na de bevalling van Jasmijn. En ik gaf eerst borstvoeding, dus dat was niet zo spannend. Dan word je wel vaker wat later ongesteld. Maar toen begon ik me toch wel enigszins zorgen te maken dat ik dacht, dat had toch wel al op orde moeten zijn.
En aangezien ik 12,5 jaar ervaring heb op de verloskamers in Veldhoven, had ik daar zo een gynaecoloog aan zijn jas getrokken. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ja, toen ben ik eigenlijk de medische molen in gegaan. En heel veel onderzoeken gehad. Uiteindelijk was er iets te zien op een echo. En weefsel in de baarmoeder. Wat we besloten hadden om... Ja, de dokters wisten niet zo heel goed wat het was. Dus we hebben besloten dat te gaan verwijderen. En na die operatie kwam de dokter bij een bed. Ja, we hebben het wel het weefsel opgestuurd. Maar ja, daar heb ik helemaal achtergelaten. Ik dacht, het is weer schoon. Goed, we kunnen weer door. Jij dacht dat je klaar was. Dat was klaar. Ik heb die operatie gehad. Totdat we 8 weken later op vakantie waren. En de dokter ons eigenlijk belde met het feit dat we die middag nog naar het ziekenhuis moesten komen. Waar we ontzettend van schrokken. We waren net een dag op vakantie. En dat was dus de boel weer inladen. En toevallig in Nederland op vakantie. En die middag zaten we in het ziekenhuis. Ja, en... met het hele slechte droom, ja. Ja, want wat kwam eruit dan? Toen kregen we te horen dat we hele zeldzame tumor in mijn baarmoeder had. Een trofoblasttumor, die 1 keer in het jaar voorkomt in Nederland. En epitheliële trofoblasttumor, zo noemen ze het. En je had eigenlijk maar 1 keuze om beter te worden en te blijven leven. En dat was de baarmoeder eruit te laten halen. Dat was de enige optie die jullie kregen? Ja, eigenlijk wel. Want het is een tumor die eigenlijk niet reageert op chemotherapie. Dus er was geen andere optie. Dat was de boodschap. En wat deed dat met jou, met jullie, Bart? Ja, dat deed niet. Dat is niet leuk. Nee. Dat is van kloten. Ja, ik weet niet of je het allemaal gehoord hebt, maar ik zei dat het klote was, dat als je zoiets hoort, dat je dat niet wilt. En ja, dan zakt ex gewoon de grond onder vandaan. Ja. Maar jouw baarmoeder moest verwijderd worden. Was er kans op uitzaaiingen? Ja, die kans was er. En als dat zo zou zijn, dan zag de prognose er ook echt wel een stuk slechter uit. Dus die dag erna hebben we eigenlijk gelijk een scan gehad. Dat was ook een hele spannende periode. En toen hebben we te horen gekregen geen uitzaaiingen. Dus met een goed verloop zijn we toen die week erna naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gestuurd. En daar zijn we verder begeleid in Amsterdam. En dat kon er natuurlijk niet bij neerleggen, want de allergrootste wens was nog een tweede kind. En daar zijn wij veel meer mee bezig geweest dan eigenlijk zeg maar het ziek zijn. Dus ik kan me voorstellen, als je daar eerst een slecht bericht uit krijgt en uiteindelijk het meest gunstige, toch? Geen uitzaaiingen. Ja. En de baarmoeder verwijderen, maar dan denk je, ja, ho eens. Ja. We hebben ook nog een kinderwens. En ik snap dat je eerst misschien denkt van... we hebben ons jasmijn en gelukkig zijn mijn vooruitzichten goed. Ja, maar dat was al heel snel in onrust veranderde dat wel. Dus ik kon me er niet zomaar bij neerleggen dat mijn baarmoeder eruit moest. Dus ik heb daar ook heel erg een paar maanden tijd nog voor genomen om samen met die arts te kijken. Is er geen optie om toch nog alsnog zelf eerst zwanger te worden en dan toch de baarmoeder te laten verwijderen. Maar die optie was er gewoon echt niet. Dus op een gegeven moment... Heb je ik een besluit genomen en toen moest het gewoon gebeuren, ja. Maar jullie hadden een kinderwens. De baarmoeder gaat eruit. Jouw eierstokken? Eierstokken kon ik behouden, ja. Oké. Okay. Die heb ik nog, dus ik ben gelukkig nog niet in de overgang. En dat hebben we toen daar ook besproken. Dus er werd ook gezegd, de enige manier om nog een biologisch eigen kind te krijgen is hoogtechnologisch draagmoederschap. En wat houdt dat in? Hoogtechnologisch? Hoogtechnologisch betekent eigenlijk dat je via een eigen IVF-procedure, dus met een zaadje van Bart en een eitje van mij, een eigen embryo kan maken en dat terug kan plaatsen bij een andere. Dus dat, dan krijg je biologisch je eigen kind, maar dan draagt iemand anders het. En hoe reageerden ze daarop toen ze die boodschap vertelden? Van dat is veel voorkomend, lukt in Nederland om eraan te... Nee, het eerste wat er gezegd werd was, de optie is er, maar bereid je maar voor dat er een hele moeilijke weg is en dat het eigenlijk bijna nooit goed afloopt. Dus, okay. Om een draagmoeder Om een draagmoeder te vinden en het proces eigenlijk, zeg maar... wij zijn nogal volhardend. Ja, heel goed. En kun je dan een advertentie zetten? Wij zoeken een draagmoeder. Of, Nee, dat mag je. Nou, dat zou je eigenlijk liefst doen. Maar dat mag in Nederland niet. Dat is dat bij wet verboden? Dat is bij wet verboden, ja. Oké. Okay. Maar hoe bereik je dan mensen?
Ja, wat wij gedaan hebben is ons verhaal vertellen. Dus je begint natuurlijk in familie, maar ja, uiteindelijk zijn daar geen geschikte mensen uitgekomen. En ik ben een blog gaan schrijven, dus ik heb geprobeerd om je verhaal te delen. En uiteindelijk ben ik ook bij mijn schoolvriendin uitgekomen. Dus die, Ja, want dat is een heel bijzonder verhaal. Ja. Als ik het goed heb begrepen, je hebt jouw verhaal gedeeld, ja. Ook om het van je af te schrijven, ja. Maar natuurlijk ook in de hoop dat het de trigger bij iemand was. Ja. Mijn oude schoolvriendin, jij kende ze ook, Bart? Nee, ik kende ze niet. Jij kende ze nog niet? Ik kende ze nog niet. En hoe is dat verder? Hoe kwam dit dan? Ja, hoe kwam dit dan? Zij sprak nog een paar per jaar af met twee vriendinnen van waar ze mee op de opleiding had gezeten. En toen heeft ze in die keer dat ze hebben afgesproken, heeft ze gewoon een verhaal verteld van ja, dit is ons overkomen. Maar helemaal niet met het idee om haar aan denken te zetten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is die afspraak natuurlijk een keer ten einde gekomen en is ze naar huis gegaan. En heeft ze toch aan denken gezet. Maar kwam Marion dan thuis en die zei tegen jou, ik heb iemand die een draagmoeder wil worden? Nee, het was meer met carnaval, hè, Marion? Dat jij met haar aan het appen was, toch? Nou, je gaat natuurlijk gewoon wel nadenken wie in je omgeving zou dit grote gebaar ons kunnen geven. En wie heeft er makkelijke zwangerschap? En dus ik heb gewoon heel brutaal naar haar een appje gestuurd. Je fietst wel eens door mijn hoofd met je goede zwangerschap en je goede bevallingen. Want zij had al kinderen? Ja, vier. Ja. Okay. Vier kinderen, ja. Mm-hmm. En daar ging zij heel serieus op in. Dus na de laatste afspraak die wij gehad hadden over het ziek zijn van mij, appte zij van ja, Marion, ik heb er eigenlijk al over nagedacht. En ik wil hier wel met jullie over gaan praten. En Bart leren kennen. En toen schrokken wij weer. En dachten, wow, die is al veel verder dan... En dat was met carnaval? Dat was tijdens carnaval. We stonden met ons pakje aan, hij komt te gaan. En toen kreeg ik dat berichtje. En je krijgt natuurlijk van heel veel mensen van, we zouden graag iets voor je willen tekenen. Maar ja, 9 van de 10 keer is dat natuurlijk heel lief bedoeld. Maar ja, mm-hmm. Is dat helemaal niet gemeend. Dus ik stuurde van, ik heb je bericht gelezen, ik kom er graag bij je op terug. En zo heeft dat eigenlijk verder gegaan. Zij is zich verder gaan verdiepen. En begin april 2022 hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. Dus hebben de mannen elkaar ontmoet en Bart Lin. En toen zei hun eigenlijk dat het een in één blik liefde, hoe moet ik het zeggen? Ja, hun wilden natuurlijk kennis maken met ons. Want mm-hmm. De dames kennen elkaar al, maar de mannen nog niet. En de kinderen natuurlijk ook. En ja, het is niet alleen natuurlijk de draagmoeder die het doet, maar haar man moet er natuurlijk ook achter staan. Zeker. En ja, die zit er ook aan vast in die zin, 9 maanden. Maar die wilde natuurlijk gewoon weten van, ja, wie zijn Bart en Marion? Zijn dat gewoon mensen waar ik mijn eigen aan, hoe zal ik zeggen, in ieder geval dat hij een goede gevoel bij had. En dat had hij. En toen zei ze nog later ook van, ja, toen we jullie vertrokken en stapten in de auto, toen keken we elkaar aan. En toen wisten ze eigenlijk genoeg in die zin van, we willen het in ieder geval mee gaan onderzoeken. Dus de dag erop belden ze ons op. En ja, met dat nieuws van, we willen het gaan onderzoeken of het evenveel mogelijk is. Hey, en moet je een hele hoop afspraken maken, neem ik aan. En moet je die moet je vastleggen of zo? Of hoe gaat dat dan in zijn werk? Je hebt de stichting Zwanger voor een Ander, dus die heeft een mooie vragenlijst en dat is een beetje een houvast waar, hoe zie je de bevalling, hoe zie je de zwangerschap, en dan ga je letterlijk met twee advocaten die lijst door, maak je een contract en je meldt je aan bij het ziekenhuis in Amsterdam. Er is maar 1 ziekenhuis, 2 ziekenhuizen in Nijgeertje en Amsterdam VUMC die deze trajecten begeleiden. En dan ga je daar de medische molen weer in. Dus dan, allebei? Ja, dus dan begin je met medische controles van de draagmoeder en van ons als wensouders. Psychologische gesprekken, dus je wordt helemaal psychologisch doorgelicht of je er wel geschikt voor bent. En in die psychologische gesprekken komt dan ook eigenlijk weer die onderwerp aan bod van hoe zie je dan zo'n zwangerschap voor je? Hoe ga je financieel het regelen? Ja, want daar heb ik ook nog wel een vraag over. Want je leest wel eens ooit dat als een draagmoeder in het buitenland gevonden wordt, dat er ontzettend veel geld mee gemoeid is om de draagmoeder te kopen.
Hoe gaat dat in Nederland? Ja, in Nederland mag je er eigenlijk echt niet voor betalen. Maar je moet wel de wensmoeder, zeg maar, van alle kosten ontzien. Dus, zoals? Ja, advocaatkosten, zwangerschapskleren, vitamines, medische behandelingen. Ja, dus in totaal ben je 10.000 tot 15.000 euro kwijt. Ja. Ja, maar dat is, maar dat is niet te vergelijken, maar in het buitenland kost het 60.000 tot een ton. Ja. Mm-hmm. Ja. Hey, en Marion, dan uiteindelijk heb je dat proces doorlopen. Dan is het zover, maar dan moet er een eicel van jou en een zaadcel van jou, of één zaadcel van jou, Bart, heb je dan nodig. Maar dan, ja, die bevruchting vindt plaats, maar worden dan embryo's ingevroren en dan teruggeplaatst? Of hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan ga je een IVF-procedure eigenlijk gewoon doen zoals die bij ieder ander ook zou zijn. Dus dan ga je beginnen met stimuleren. En dan worden de eitjes bij je weggenomen en die worden dan bevrucht met de zaadje van Bart. En uiteindelijk hadden we 4 embryo's beschikbaar, waarvan 2 er niet goed genoeg doorgegroeid waren. Dus 2 goede embryo's hadden we over. Nou, daar waren we heel blij mee. En eentje ligt er alsnog nog steeds in de vriezer. En eentje die is dus teruggeplaatst bij haar en was gelijk de eerste keer raak. Okay, ja. Maar die is meteen teruggeplaatst ook? Dat gaat dan natuurlijk in de cyclus van Lin, dus dat gaat wel bij het afnemen een paar dagen overheen voordat je hem weer terug kan plaatsen. Maar moesten ze dan jouw cyclus afstemmen met die van haar? Dat klopt, ja. Ja. Ze wilden eerst proberen om een verse terugplaatsing te doen, dus we gingen de cyclus van haar aanhouden en mij proberen daar op met die hormonen gelijk te trekken, zodat wanneer ze bij mij het eitje weghaalden en we een embryo hadden, het vers teruggeplaatst kon worden bij haar. Ja. En dat is ook gelukt, dat is 50% kans. Maar ja, die zat ook aan de goede. Dus meteen de eerste keer. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Want zij denkt, misschien ben ik zwanger, ik doe een zwangerschapstest. Bart, hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Ja. Ja, die embryo wordt teruggeplaatst. En dan 2 weken later, als ik het goed zeg, 2 weken later mag je dan gaan kijken, ja, of het gelukt is, ja of nee. En hoe ging dat? Ja, wij met z'n tweeën richting Helmond, want daar komen ze vandaan. Ja. En zij natuurlijk gewoon in het potje geplast. En ding erin en ding erin? Ja, toch, ja. Ja. Maar stonden zwangerschap om het potje? Nee, hoe ging dat? Wij zaten gewoon in de kamer te wachten en haar man die zei van, ik ga wel kijken. Ja, dat is ook spannend. Ja. En die kwam terug en gelukt. Ah, dus we waren heel blij. Dankjewel. Hey, en toen dan heb je die zwangerschap. Hoe was dat? Want dus iemand anders draagt jullie kindje dan. Hoe bleef je die zwangerschap? Ja, dat was dus natuurlijk niet heel makkelijk, want als vrouw zijn wil je eigenlijk natuurlijk het liefst zelf je kind dragen. Ja. En, dus dat is voor mij ook nog wel een psychologisch proces geweest. Maar zoveel mogelijk betrokken blijven, dus bij alle echo's meegaan. Zorgen dat je alle zwangerschapscontroles erbij bent. En heel veel feestjes vieren. Bijvoorbeeld ook een shoot doen, gender reveal party, daar zijn we eigenlijk normaal niet zo van, maar nou dachten we, dat gaan we juist wel doen om er ook een gevoel bij te krijgen. Ja, dat is een fotootje van te zien. Gevoel bij te krijgen, zoveel mogelijk momenten pakken om te voelen dat die zwangerschap er ook echt is. Ja, ik sta er niet iedere morgen mee op, zij wel. Ja. En het was ook niet de meest makkelijke zwangerschap, ze heeft er dan, het was de 5e zwangerschap, veel bekkenklachten gehad. Ja, misschien ook wel dat dat dan toch te maken heeft met een andere, het andere idee, hè, dat het niet je eigen kind is. Hebben jullie ooit die angst gehad? Van stel, ze is nou zwanger van ons kind, maar stel dat ze zo gehecht is aan een kindje dat ze denkt, ja, maar ik geef het niet meer af. Ja. Ja, toen we aan dit proces begonnen was daar een van de dingen waar wij het spannendst vonden. Maar toen we met elkaar in gesprek kwamen, bleek dat zij ook het spannendste vonden dat wij het kind niet meer zouden willen als de bevalling erop zat. Okay. Ja, maar jij bedoelt serieus. Stel dat er iets met kind aan de hand zou zijn. Ja, stel dat het kind afwijking heeft. Okay. Zo juridisch zijn hun ouders. Dus hebben wij eigenlijk geen poot om op te staan. Dus juridisch kan zij bepalen, ik hou het kind. En hebben wij niks te zeggen. En andersom kunnen wij zeggen, ja, jij bent juridisch moeder. Ik wil er niks mee te maken hebben. Dus
hou hem maar. Dus maar toen we dat na elkaar uitgesproken hadden, we hebben heel veel gepraat, heel veel dingen uit die lijst zeg maar opnieuw overwogen. Ja, dan groeit je vertrouwen en op een gegeven moment wisten wij gewoon, nee, dit gaat zij echt niet doen. Dit zit gewoon goed. Ja. En ze heeft ook heel vaak uitgesproken, ik wil absoluut geen vijfde kind meer in de luiers. Maar ze wilde het echt voor jullie doen. Ja, ze wilde het echt voor ons doen. Ja. Mooi. En dan, dat duurt 9 maanden, toen werd jullie zoontje geboren, Mees. Ja. Wie waren daarbij? Ja, we waren er met z'n allen bij, met z'n vieren. Allemaal rond het bed? Allemaal rond het bed, ja. Maar het is toch ook heel bijzonder, Bart? Dat is heel bijzonder, ja. Kun je er iets over vertellen? Dat kan ik wel, ja. Ja, gewoon bij de bevalling geweest. Jasmijn is ter wereld gekomen in keizersnede. Dus ja, dat was eigenlijk binnen no time gepiept. Jullie eigen dochter, ja? Ja. Alleen, ja, ik had natuurlijk nog nooit iemand echt zien werken in die zin. Mm-hmm. Om een kindje eruit te krijgen. En, ja, fascinerend zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Ja, echt knap vind ik. Ja, echt waar. Maar ja. Wat deed dat met jou, Marion? Ja, ik vond het eigenlijk, het is natuurlijk mijn werk geweest, dus ik heb heel veel bevallingen gezien. Dus ik zat daar best relaxed. Ik vond het fijn, we waren samen echt een team. We hoefden hun ook niet te ondersteunen, zeg maar, om... Doet je het niet? Nee, Mark zegt... Dus ik hoefde hem ook niet... ik weet niet meer waar ik in mijn verhaal was. Ja, hun deden het samen als team, dus ja. Ik hoefde hun niet te ondersteunen. Wij waren er echt bij als... op bezoek. En toen de baby, toen Mees er eenmaal was, waren we wel helemaal lam geslagen. Toen dacht ik, ja, je hebt bevriezen, vluchten. En wij waren eigenlijk een beetje bevroren. Zo van, ja, nou, en daar is hij dan. Ja. Want normaal wordt de baby op de moeder gelegd die net bevallen is. Hoe ging dat in jullie geval? Ja, de baby werd eigenlijk... ik zou eigenlijk de baby mee ontwikkelen, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En ik heb de navelstreng doorgeknipt. En uiteindelijk stond er een bed naast haar bed. En ben ik lekker op gaan liggen met hem op mijn borst. Ja, want dat is wel ook een heel bijzonder verhaal, Marion. Want jij hebt daarvoor hormoonbehandelingen gehad. Ja, voor borstvoeding bedoel je. Ja. Ja, en na 10 minuten lag hij dus aan de borst te drinken. En, jou? Ja, bij mij. Ah. Ja. 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 Ja, dat was door die hormonen. Ja, dus ik heb pilletjes genomen om die borstvoeding op gang te krijgen. En 6 weken van tevoren kolven. En toen mijn borstvoeding op gang gekregen. Ik kan hem niet helemaal volledig voeden, maar wel voor de helft. Ja. Nou, prachtig. En we hebben hem al een beetje gehoord, want Mees is hier. Ja. Ja. Mag Mees even op het podium komen dan? Ja. Ja. Kijk eens. Nou, goed man. Kijk. Ja. Hey, toen welkom Mees, fijn dat je er bent. Hey. Adi, wij waren ons ook afvroegen. Had je recht op geboorteverlof? Of op verlof, of op zwangerschapverlof? Nee, eigenlijk heb je in Nederland nergens recht op. Dus dat is heel slecht geregeld, omdat de wet er gewoon nog niet voor geregeld is. Dan heeft is. De draagmoeder recht op zwangerschapsverlof? Ja, die heeft gewoon 16 weken zwangerschapsverlof. Ja, en wij eigenlijk niks. Maar je moet je kind eigenlijk adopteren. Omdat juridisch via een rechtszaak moet je via een adoptie zorgen dat het kind, dat wij het gezag krijgen over het kind. Dus adoptieverlof kwam toen om de hoek kijken, maar die krijg je eigenlijk pas op het moment dat adoptie rond is. Maar onze werkgevers zijn eigenlijk wel heel meegaand geweest. Dus die hebben 6 weken adoptieverlof toegekend en ouderschapsverlof nog. Ja, we hebben er zelf nog iets aangeplakt, dus daar zijn we goed in geholpen. Ja. Jullie kunnen echt samen lekker tutten. Ja. Welke rol heeft nu nog de draagmoeder in jullie leven of in het leven van Mees? Als je wil vertellen, hè? One man show. Als je het wilt vertellen. Ja, hoor, de rol die is. In het begin hebben we wel veel contact gehad en veel via de app contact gehad. En nu hebben we nog wel wekelijks via de app contact. En zien we elkaar 1 keer per maand of zo. Dus via de verjaardagen.
ze hebben eigenlijk geen niks in de opvoeding of zo. Maar gewoon, ja, ze vindt het fijn om Mees af en toe te zien, te knuffelen. En dan vinden wij ook prima dat ze dat komt doen. Ja. En daar is het eigenlijk. Ze wil graag op de hoogte gehouden worden. Dus ze sturen veel filmpjes, foto's. En dan zit ze vol trots achter de mobiel te kijken hoe dat hij opgroeit. Ja, ja, mooi. Hebben jullie, als andere stellen hiermee te maken hebben, wat zou dan jullie advies zijn? Bart, wat zou jouw advies zijn aan andere vaders? Moet je me die microfoon geven? Wij hebben gelukkig de kans gehad dat iemand dat voor ons wil doen. Advies voor de vaders, ja. Toch proberen met je vrouw of vriendin er veel over te blijven praten en het levendig te houden. Zodat er toch ooit iemand, misschien die je dan tegen gaat komen, die jou daar eventueel mee wil helpen. In plaats van toch weg te stoppen. Want er hoeft er maar één iemand te zijn die het wil doen en als je die treft, ja. Dus. En jij Marion, want jij bent zelf ook nu best actief in dit delen van dit verhaal, hè? Ja. Ja, hoop houden, denk ik. En het interageert mij om anderen te helpen. Dus vorige week zijn we ook naar een bijeenkomst geweest om presentatie te geven aan andere hoopvolle wensouders en draagmoeders. Doe je dat samen met de draagmoeder? Heb ik samen met draagmoeder gedaan. Oké, mooi. Dus hoop houden en je verhaal delen. En als je erin zit, heel veel praten, vertrouwen opbouwen. En ook een beetje van genieten dat het allemaal lukt. En, echt een prachtig verhaal en ik denk dat het heel veel mensen raakt. Wij hebben een cadeautje. Oh. Voor Mees? Ja, voor zijn eerste optreden. Voor zijn allereerste optreden. En Bart, we weten dat jij ook een zangtalentje bent, dus diegene zal die ook hebben. Dit is een Beersje Buurt microfoon. Alsjeblieft. Met een rammelaar. En dan kan hij daarmee optreden. En jullie krijgen ongetwijfeld een geweldig applaus. Dankjewel voor jullie openheid. Dankjewel. Ja, super. Ja, bedankt. Goed gedaan. Doe maar daar. Oh ja. Ja, super. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For he won't be long. I'm gonna need somebody to lean on. Na dit openhartige en prachtige succesverhaal van Marion en Bart, waar we denk ik allemaal een beetje stil van zijn, zijn we nu aangekomen bij ons vaste laatste onderdeel, de column. En ook dit keer wordt hij verzorgd door Rens Verginneke. Alleen het is dit keer een bijzondere, want het wordt zijn allerlaatste column. Ja, erg jammer. Maar het is wel vaste prik. Nu is hier nog een keer een warm applaus voor Rens Verginneke. Nostalgie. Toen ik 12 jaar geleden instapte bij Beersje Buurt. Ach, ik was nog maar een manneke van amper 48,5 jaar oud. Mannen als Raf Daanen, Kees van Dommelen, Erno Meiland, Jan de Notter en Jan Moeskops zwaaiden toen nog de scepter. 2012. Ruud Severijns was nog burgemeester. De klaagmuur van Chrisje Pin stond nog 4 overeind. Paul de Notter hoefde zich nog amper te scheren. Op deze plek werd nog gezongen voor ze de deur uitgingen. De Jumbo was nog seduzend. Elle Visser reed nog op een mobiletje in haar hotpants. Bij de Hoeve gebeurde af en toe nog iets legaals. De Wok was nog helemaal happy blij en sambal bij. En Piet Blankers buurtte toen nog beers op de Machu Picchu in Peru. Deze talkshow ontwikkelde zich in de traditie van Splinter, Solex Race, Kerstkanaten, Pinksterfeesten en op de eieren gaan, al gauw tot iets typisch Beers. Hartverwarmend, spraakmakend en vooral groots in het kleine. Wat me oprecht altijd het meest verbaasde,
Als de deuren een uur voor aanvang opengingen, dan dromden er binnen de kortste keren honderden beerzenaren naar binnen. Was dat echt om wat wij hadden bedacht? We ontvingen twee keer minister Jeroen Dijsselbloem. We luisterden ademloos naar verhalen over verslaving, verlies, gay in Beers, ratten vangen, schapen drijven, kerstboom zagen, paaldansen en wiggelroeden lopen. De internationaal bekende DJ, de slopende ziekte anorexia en grootse sportprestaties. We lachten een bevrijdende lach om de pater die niet kon stoppen met praten. En de zaal werd muisstil bij het verhaal van George en Christy en maar 17. Gaandeweg verbeterde de licht- en geluidstechniek met de komst van mannen als Jannes, Paul en Sjoerd. En zelfs livestreamen en YouTube hoorden ineens tot de mogelijkheden. Het kreeg zwaar professionele trekjes. Ons mevrouw werd zelfs verruild voor de kerk Oostelbeers. Wat je al moet doen om die Beerse bok over de streep te krijgen. Wat een prinsesjes zijn het eigenlijk, hè? In de kern bleef Beerse Buurt 12 jaar hetzelfde. Een mooi dorpsprogramma voor jong en oud. Waar ook nadien nog over gebuurd kon worden. Liefst aan de bar met een goede pot bier erbij natuurlijk. Een spraakmakend programma zoals we dat ook vandaag weer hadden. Met ook weer zo'n onderwerp waar je stil van werd. Marion en Bart kunnen niet meer op de gebruikelijke manier kinderen krijgen door die vreselijke K-ziekte. En dan stapt er een vriendin naar voren die aanbiedt om 9 maanden jouw kind te dragen. Liefdevoller en altruïstischer kan je het niet krijgen volgens mij. Alhoewel, ik heb ook wel eens het kindje van een ander gedragen, maar dat was maar 9 seconden. In de Vogelrok in de Efteling, waar ik abusievelijk in het aardedonker de peuter van een ander snel op mijn schouder had gezet. We zagen de jonge springruiter Siebe, die een flink stuk van zijn jeugd opoffert voor zijn sportieve prestaties. Met de blik vastberaden op de Olympische Spelen 2032. Terwijl zijn leeftijdsgenootjes lekker binge-watchen of chillen op het door een boomplein. Totdat ze door de hangouderen van ons mevrouw uit elkaar worden gejaagd. Apart woord toch wel eigenlijk, springruiter. Want ja, wie springt er nou eigenlijk? Dat klinkt ook een beetje als een bevel. Springruiter! Ik dwaal een beetje af, geloof ik. Het is trouwens niet te hopen dat het met de springpaarden dezelfde kant op gaat als met die bijna al verboden draaimolenpaarden. We zullen voor je duimen, Siebe. Ik zag op de lijst van de redactie. Aalmoezenier Versteeg, de kerk loopt leeg. Het zou een carnavalsliedje kunnen zijn. Aalmoezenier Versteeg, de kerk loopt leeg. Maar ja, het is al jaren de harde realiteit, zelfs in de eens zo strenge katholieke Beerzen. Wat kun je doen om ze binnen te houden? Ligt het aan het kerkelijk programma van een serieus praatje, een liedje, een opbeurend praatje, nog een liedje? Het komt me ineens bekend voor van een of andere lokale talkshow. Niet dan? Waarom komen wij er wel mee weg in de kerk niet? Zit het hem in de presentatie? Ik zie ineens wel carrièrekansen voor Maria van der Bos als de eerste vrouwelijke pastor van Beers. Ik kreeg een paar jaar geleden een uitnodiging voor een senioren kookclub in Ons Mevrouw. Ik had het als sensatiebeluste persmuskiet natuurlijk helemaal verkeerd begrepen. Een kookclub? Waarschijnlijk nog met de Beerse boys in mijn achterhoofd. Doken de dames Atje en Marie-Louise bij tijd aan wijlen de toiletten in om de neus te poederen. Kookclub, reden Hans Mutsaars en Marleen van Ham s'nachts naar de Rotterdamse haven om er containers uit te halen? Nee joh, het bleek een prachtig sociaal initiatief tegen vereenzaming. De beste doop die je kan hebben. En de muziek is hier altijd verrassend. Nu ook weer met De Lieve Mannen. Hebben jullie op zangeres Lieveke gelet? Geweldig hè? Maar is Lieve Lieveke zich er wel van bewust dat ze zich hier in het muziekwalhalla bevindt? Het Volendam van Brabant, het Nashville aan de stroom, hier in het Oostelbeerse paradiso. Ik heb al eens vaker geprobeerd om haar in Beers te houden, maar dat is ook niet gelukt. Ik zou zeggen, draai die kerkdeur gauw op slot. Hou haar hier en dan krijgen we zelfs de beukennootjes nog nieuw leven ingeblazen. En eindelijk hadden we dan de bijenvereniging Ambrosius op bezoek. Die doen belangrijk en mooi werk. Voor de bijen. Maar eigenlijk voor alle insecten. Die steeds meer in de problemen raken. Ja, die hebben het moeilijk hoor, die insecten. In Afrika is het blijkbaar een hele tour om de Big Five te spotten.
De Big Five gaat toch weg. We hebben hier de Little Six. Het koolwitje, de fruitvlieg, de mestkever, de blindaas, de kloothommel en de pissebed. Die zijn tegenwoordig nog veel moeilijker te spotten. Ik heb 4 weken bij het Wit-Holland rondgehangen met mijn telelens en ik heb er nog geen eentje. En sommige onderwerpen bij Beersgebuurt bevreemden me echt nog steeds hoor. Geert Willemme ontdekt fossiele miljoenpoot in Limburgse steenkolenmijn, lees ik dan. Fossiele miljoenpoot in Limburg? Volgens mijn informatie zit Gordon al een paar jaar in Dubai, toch? Afijn, vrij vertaald naar een Amerikaans spreekwoord. Het is pas voorbij als de grijnzende grijzaard heeft gesproken. En dit is echt de laatste van de grijnzende grijzaard. Een mooie positie kreeg ik, observerend van de zijlijn, vanuit mijn eigen, soms aparte perspectief. Ik vond het eervol om te mogen doen. Die laatste overpeinzingen delen met jullie. Het is een vreemd gevoel en ik zal het nog wel missen, dit vaste praatje over misschien wel het liefste dorpje van misschien wel de mooiste provincie. Dank aan de redactie Piet, Maria, Paul, de andere Paul, Franske, Elia, Corné, Jannes, Sjoerd en Elle. Dank voor alle mooie dingen die ik met jullie mocht maken en meemaken. En vooral dank aan jullie, het hooggeëerd publiek. Jullie die mij altijd dapper aanhoorden, zelfs als het bier al lonkte en het praatje nergens over ging. Laat ik besluiten met een variatie op de Everly Brothers, waar ons moeder al sinds 1959 fan van is. Bye bye Beers, bye bye Beersgebuurt, dat lang zat geduurd. Bye bye Beersgebuurt, bye bye. Dank jullie wel, tot ziens. Dankjewel Rens voor deze prachtige, helaas laatste column. Wij zijn echt aan het einde gekomen van deze uitzending, dames en heren. Traditiegetrouw, uitzending, ja, we zenden uit. Ja, traditiegetrouw geven wij aan het eind van het programma nog een bos bloemen weg. En nou, het zal jullie niet verbazen dat wij ervoor gekozen hebben om deze dit keer te overhandigen aan Rens Verginneke. Dus kom maar, Rens. Kom even, Rens. Rens. Wij willen jou graag bedanken, Rens, voor jouw jarenlange inzet in de redactie van Beersgebuurt. Jouw columns waren herkenbaar en een gewaardeerd item van deze show. We hopen dat wij stiekem nog wel eens ooit gebruik mogen maken van jouw journalistieke lijntjes of oren. Mag ik jou vragen om van Marja deze bos bloemen in ontvangst te nemen? En een welverdiend applaus. Super. Ja, en hiermee zijn we echt aan het einde gekomen van dit programma. En namens de redactie die Rens net keurig allemaal bij naam benoemde, willen wij alle gasten die hier waren heel hartelijk bedanken voor hun deelname en hun openhartigheid. Erg leuk, erg fijn. We willen ook de mensen thuis bedanken, want we hebben in het begin al gehoord dat er al meer dan 100 mensen live aan het kijken waren. Dus ook voor jullie heel hartelijk bedankt. Niet te vergeten natuurlijk, Lieveke met al haar lieve mannen. Yes. En uiteraard jullie als publiek, de mensen, personeel van de kerk. Mark, dank je wel. En de bar gaat nu open. Wij vinden het heel gezellig om nog even met jullie na te buurten en nog eentje, misschien twee, te drinken. Wij zijn weer graag bij jullie terug op 22 december. Dus zet het alvast in uw agenda als je wilt. 22 december hebben we de volgende uitzending. Graag wel thuis, goede reis en tot de volgende keer. Houdoe. Doe een muziekje? Ja, twee. Misschien twee. Eén of twee. Ja? Kijk, nog een speciaal verzoek.
Dank je wel. Onze fans staan in de U.